leuk vinden. Nee, we gaan beginnen met een voorstelronde. En ik stem dat we niet beginnen met mij. We kunnen ook gewoon laagst in rangorde, dan mag Pim beginnen. Ja. Dat is goed. Oh, je moet me voorstellen? Okay. Ja, je mag zeggen, Pim, wie ben jij? Ik ben Pim. Ik ben Indo. Hey Pim. Hey Pim daar. Hey Pim. Show manager bij Tattoo Joey. Nou, bijna een jaartje. En ja, een hele eer om te mogen werken voor de Joey. Ik snap hem, hè. Ja, ik snap het. Ik ga er even bij zitten als een koning. Maar zeg maar. Ja, verder niks geks, denk ik. Leuke podcast, lekker aan. En eens even kijken wat er allemaal boven komt. Misschien is het ook leuk om gelijk al te vertellen gewoon wat je hiervoor hebt gedaan voordat je bij mij kan werken, bij ons. Hiervoor heb ik gewerkt met jongeren met een hoop problematiek. Nu werk ik met artiesten met een hoop problematiek. Is eigenlijk niks veranderd. Met autisten. Ja, in principe komt op hetzelfde neer. Ja, je hoeft het niet te zeggen, maar wie is de grootste autist in de shop? Je mag geen namen noemen. Noem geen namen. Oh oké. Okay. Wanneer nodigen we Vita of Boyd uit? Oh ja. Ik vergat zit niet bijna trouwens. Oh, ja. Kijk dan. Maar met de jongeren gewerkt? Ja. Kun je daar meer over vertellen? Met wat voor jongeren? We hadden een woongroep in Maastricht. Voor probleemjongeren noemen ze dat dan. Kansarme jongeren. Jongeren die vaak uitgesloten kwamen. Die thuis niet meer konden wonen om wat voor reden. Uitsloten kwamen? Uitgesloten. Gesloten jeugdzorg. En uitsloten. Ja, die kwamen ook al uitsloot. En die woonden bij ons. 24/7 begeleiding. En dat was op zich wel heel interessant. Ja. Was heel leuk werk. Heel dankbaar werk. En toch ben je weggegaan. Toch ben ik weggegaan. Was niet dankbaar genoeg. Ja, nee. Ik kreeg niet uitbetaald in Rolexen. Ja, ik zeg ze eerlijk, ze liggen voortaan voor het oprapen, want zo goed duur zijn ze niet meer, toch? Nee, dat is waar. Volgens mij. Nee. Hé, dus dat ben ik. Mooi. Zo, daar had ik nog niet achter jou gezocht. Nee. Sinds wanneer ben je al Indo? Ja, dat heb ik nog niet verteld. Ja. Is dat een keuze of is dat... Is me overkomen. Ja. Ja. Ja, wat doe je eraan? Pim de Indo. Pim de Indo, Pimda. Oh. Man. Lekker. Ja, muntje opgooien. Wat is jouw naam ook alweer? Ja, mijn naam is Olaf Pieter Cornelius Rots. Ja. Dit is een grap toch? Ik heet echt zo. Nee. Ja, dat ben jij niet. Olaf Pieter Cornelius Rots. Ja, dat is mijn volledige naam. Wat doet hij? Ik ga kapot. Hebben we doekjes? Oh jongens. De timing man. De timing, what the fuck is dit? Oh, dan knippen we eruit of dan laten we er juist in. In slow motion, toch? Intro van de podcast dit. Oh, lekker. Oh, mooi. Dat is een mooie thumbnail. Oh. Ja. Dit is zo... Ja. Maar ze hadden sowieso, onze klanten zeggen wel eens van, waarom neem je de hele bullshit van de shop nooit een keer op? Dat brengen we hier naartoe, alleen we zijn niet aan het tatoeëren, dat scheelt. Misschien ook gewoon een keertje camera in de shop zetten. Gewoon de hele dag en daar snippets uitnemen. Ja. Wow. En dat is een podcast. Zo. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan want ik niet. Heb heel vaak, als ik aan het tatoeëren ben, dan ben ik natuurlijk gewoon... Ja, weet je, dat gaat allemaal automatisch, hè. En dan, Waarom ons nou maar dan ben ik niet aan het nadenken, weet je. En dan zeg ik vaak dingen en dan, ja... Ja, daar kan je... Frans, we... Dan hoor je alleen maar schapengeluiden de hele tijd. Ja, dan zijn er toch wel bepaalde dingen die je net niet kunt zeggen. Ja. Of ja, in principe dan wel, maar misschien niet als we filmen. Ja, we kunnen. Maar we waren. We waren, ja. Ik ben Olaf Pieter Cornelius Rots. Hoor ik erbij? Hoi Olaf. Hoi Olaf. Hoi Olaf. Fijn dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, we hebben lang genoeg gewacht. Graag gedaan, we hebben 2 uur gewacht en dat doen we speciaal voor jou. Geen probleem. Ah, 2 uur, 1 uur. Zou om 7 uur beginnen.
We wachten eigenlijk al een maand op jou, hè? Dus, ja, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Daddy O'Ross. Daddy O. Baby Daddy. Baby Daddy. You can call me Dad. Oh. Papi. Ik tatoeëer al, denk. 7 tot 8 jaar ongeveer. Nou, 1,5 jaar, denk ik. 2 jaar bijna bij. Ja, zo is het alweer 2 jaar. Tattoo Joe Company. Ik denk op onderhand wel. Bijna 2 jaar. Ja, want jij hebt nog wel. Heb je nog op de Burg getatoeëerd eigenlijk? Ja, maar dat was wel kort. Ik denk dat ik daar maar 1,5 jaartje heb gezeten misschien. En toen was de verhuizing al. Ja, want we zitten volgens mij nu al waar we nu zitten. September vorig jaar, het jaar ervoor. Anderhalf, bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. Dus dan tatoeëer je zeker al 2 jaar bij ons. Nou, tijd gaat snel, mensen. Min alle snipperdagen, tatoeëren denk ik 1 jaar, 1,5. Vaderschapsverlof. Oh, part-timers. Quart-timers. Ik weet volgens mij nog jouw eerste tattoo. Dat was volgens mij die moeder natuur. Zo is natuur. Nee. Mijn eerste was hier een wolf. Ah. Met bomen. Een geldwolf. Met geldbomen. Ik heb het Joey getatoeëerd. Oh, mooi. Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Nou, fijn. Je kan ook nou iets zeggen, weet je wel. Ik zit er toch aan te denken om ergens anders te tatoeëren. Nee, mogen geen namen noemen, toch? Hè? Ja, kan ook. Vertel het me nu. Tot nu toe is prima. Ik denk er nog even over na. Ja, is goed. Slaap er nog een nachtje over. Fijn, volgende podcast kom ik hierop terug. Even kijken, staat het in de onderwerpen? Nee. Oh, kut. Maar ja, goed. We hebben natuurlijk we hebben niet per se een tijd afgesproken met hoe lang we gaan praten vandaag. Maar kun jij iets vertellen over wat voor baan jij al hebt gehad? Ja, wat heb ik niet gedaan? Nou, hebben jullie even? Heb je even? We kunnen ook 2 rubrieken maken. Zeg maar de banen waarbij je bent weggegaan en de banen waar je bent ontslagen. Ja, ik ben je ontslagen bij alles? Volgens mij ben ik 2 keer weggegaan zelf. Dat was het. Dat was bij de vorige shop, toen ben ik wel weggegaan. Nee, sinds dat weer heb ik het netjes gehouden, ben ik altijd zelf weggegaan. Netjes? Ja, dat vind ik wel. Heb je meerdere shops gewerkt dan? Dan 1? Ik dacht alleen 1 hiervoor. Ik begon met aan huis. Dat heb ik 1 jaar gedaan. Daar ben je weggegaan? Ja. Toen ben ik netjes weggegaan. Maar wie heb je toen een afscheid genomen? Van mezelf. Oh joh, dat is een lang afscheid geweest dan. Ja, dat was pijnlijk. I know. Ceremonie. Toen belde een maatje van mij, die belde mij wakker. Ik was aan het uitslapen, want ja, werk toch thuis. Dan belde je wakker om 2 uur 's middags. Ik kan gewoon alles om 2 uur plannen. En die had iemand die wou een shop beginnen in Breda. Toen ben ik meegegaan, daar heb ik nog 1 jaar gezeten. Toen ben ik naar een andere shop gegaan, daar heb ik. Oh nee, toen is dat maatje van mij zelf een shop geopend. Daar heb ik ook nog 1 jaar gezeten. Toen ben ik weer naar iemand anders gegaan. Daar heb ik 3 jaar gezeten ongeveer. Oh, je hebt echt wel meer. En nou is het een keer. En zeggen ze dus dat ik veel shops heb gehad. Ja. Ik heb veel panden gehad. Ja, dat wel. Wat is dit nou weer? Morning Joey. De klik. Oh, hij moest er iets zeggen. Hey, maar niet uit. Ben je maar in de hand die je voert. Ja, en werk. Shopsletje. Het werk daarvoor, ja, wat heb ik eigenlijk niet gedaan. Hè. Ik ben loodgieter geweest. Ordepikken. Kleding. Ordepikken voor voedingsproducten. Allemaal ontslagen. Of die komen opdagen. Heb je nog highlights? Je bent ergens ontslagen. Heb je nog een mooi verhaal daarin wat echt gewoon bizar was? Dat blijft toch die ladder op het dak, denk ik. Vertel dan. Ja, dat was een ladder. Moest ik op een bus leggen. En ik ben niet zo'n hele grote ster met vastbinden. En mijn vraag is. Jij bent eigenlijk een grote ster, heb ik gehoord. Dankjewel. Van je moeder. Maar dat maakt niet uit, ja. Oké. Dus je kan wel ruiken wat er gaat gebeuren. Die ladder die lag gewoon los bovenop de bus. En maar rijden en rijden. En op de snelweg. Laatste straalt hij er vanaf. Ja. Vinden ze blijkbaar niet heel leuk. Dus toen kon ik ook mijn spullen pakken en weggaan. Wat heb ik nog meer gedaan? Ben gelukkig wel van de strippaal afgebleven. Oh ja. Dat is toch wel. Toch wel bijzonder, ja. Dat heb ik dan weer niet gedaan. Je betaalde mensen alternaturen. Fruit en bananen. Ja, perziken. Ja. Papaya's.
Maar je hebt wel echt, je hebt wel eens eerder hebben we wel eens zo'n filmpje gemaakt. Hè, voor YouTube, waar je al je beroepen opnoemde. Maar het zijn er serieus echt veel geweest, hè? Het zijn er wel redelijk wat eigenlijk. Ik heb ook nog Krantenwijk gedaan. Lekker. Maar echt vroeger. Steady. Dat was back in the days. Ja. 50 euro in de maand. Dat was toen veel geld, hè? Zelf je kranten inpakken, hè? Praat ik over de eurotijd. Maar echt, begin van de euro. Begin van de euro, 50 euro in de maand. Hoppa, had ze flats. Ja, dat is knallen. Dus ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ik ben heel blij dat ik nou eindelijk hier beland ben. Ik hoop dat dit ook het eindstation is. Zou fijn zijn. Als jij volgend jaar doodgaat, dan is het jouw eindstation. Ik ben benieuwd wanneer ik ontslagen word. Of nog twee kinderen. Ik zou heel dankbaar zijn als dit jouw eindstation is. Of nog twee kinderen krijgt. Ja, dan moet je wel stoppen. Ja. We moeten één wel minstens Bob heten, dat kan niet anders. Oh, dat komt wel goed. Dat zou wel top zijn. Ja, die krijg je er dan echt wel doorheen. Hoe heet die dan? Bob Cornelius Ros. Bob Pieter Ros. Nou. Dus, ja, heb je nog meer over jou te vertellen? Of zijn er nog meer banen waar je ontslagen bent? Of anders gaan we over nou naar... wat is jouw volledige naam? Zal ik hem gewoon overpakken? Ik ben... officieel Boris Trinic. De meeste mensen kennen mij als Bokkie. Ik luister ook eigenlijk alleen maar naar Bokkie. Soms vind ik het heel erg raar om Boris te horen, behalve van sommige mensen. Ik heb je nog nooit Bokkie genoemd. Nee, jullie zijn volgens mij ook de enige. Ja, ik vind iemand bij... Snap ik. Geen respect als je iemand bij zijn bijnaam neemt. Dus ik heb respect voor jou. Ah, op zo'n manier. Ja, dus ik noem jou gewoon Boris. Ja, precies. Of Boris. 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 Ik heb eigenlijk volgens mij maar twee, officieel drie banen gehad. Mijn middelbare school... Nou, oké, ik werkte bij een Italiaans restaurant als afwasser. En toen een tijdje in de bediening eventjes achter de bar. Ik heb ook wat pizza's in de oven gegooid. En toen werd ik 18 en ik ging eigenlijk toen meteen al bij een piercingstudio werken. Eerst gewoon als verkoper. Na een jaartje volgens mij ging ik piercen. En bij die studio, dat was Piercings Works in Amsterdam. Even kijken, daar mocht ik op een gegeven moment gaan tatoeëren. Dat was volgens mij 2017. Ja, maar jij had mij laatst ook nog verteld dat jij wat op de zwarte markt en dingen had. Oh ja, nee, dat klopt inderdaad. Daar ben ik begonnen, maar dat viel nog steeds onder diezelfde winkel. Oh zo, want kun je daar iets over vertellen? Want hoe heet dat? In de bazaar, toch? De bazaar, de zwarte markt in Beverwijk. Dat was, dat was echt vet. Ik had een baan nodig. En dat zijn de eigenaren van die winkels, dat zijn vrienden van mijn ouders. En die zeiden van, nou ja, de eigenares heet Ira. Ira Mensoer. En hij zei van, waarom bel je Ira niet? Kijk of zij een baan heeft. Dus toen heb ik een dag meegedraaid in de shop. En dat ging, ik weet eigenlijk nu terugdenkend niet meer helemaal precies wat het verhaal is, dat geen goed idee was. Maar dat was geen goed idee. Toen was het van bel mijn zoon maar, die heeft een winkeltje op de Zwarte Markt in Beverwijk. Ivor is inmiddels een van mijn beste vrienden geworden. Van laat, ja. Precies, hij was op de conventie. Bel hem, hem gebeld, kom maar langs. En vanaf dat moment, 2008 of 2009, al elke zondag daar. Daar begonnen met piercen. Dat was echt gekke huis. Die tijd Beverwijk of de Zwarte Markt was toen fucking druk. En dat was elk weekend knijtenbrak naar je werk. En gewoon gassen en dan raak je bevriend met diegene met wie je werkt. Dat was echt de enige periode dat ik naar werk ging zonder dat het voelde als werk. Ik ging gewoon chillen met hen. En toen was hij hiervoor bij jou. Ah. Ja. En toen was het daar piercen. Heel erg lang gepierst. Toen ging dat op een gegeven moment dicht. Toen ging ik over naar de shop in Amsterdam. In het centrum. En op een gegeven moment koos ik ervoor van oké, ik wil gaan tatoeëren. Dingen gekocht die ik nodig had. De machines, de inkt, zeg maar alle teringzooi die je koopt. Die eerste investering. En toen ging in 2017 ging er een tatoeëerder weg. Want daar had je één stoel en je zit daar de hele dag. En dan wacht je tot iemand binnenkomt in loopshop. Een walk-in shop. Walk-in shop. Er ging er één weg en toen was het van over een maand zit je 3 dagen beneden en het moet nou wel echt gaan gebeuren. Toen heb ik een actie gedaan, 20 tattoos gratis, om een soort van het gevoel te krijgen van meerdere mensen
Meerdere mensen op een dag te tatoeëren. En toen werd ik eigenlijk een beetje in het diepe gegooid. En dan vragen mensen zich af, hoe deed je dat dan? Was je goed genoeg of niet? Ik nam alleen kleine dingetjes aan. En als ik dacht dat het buiten mijn kunnen was, dan was het van, ja, dat is niet helemaal mijn stijl. Ga maar naar mijn collega. Mm. Die meer ervaring had. Dus dat is 2017. Ik tatoeëer nu afgelopen april 7 jaar. Dus nu ook 7,5 jaar zoiets. Dan was het gewoon in het gewoon gaan en dan steeds wat meer aannemen. En toen op een gegeven moment kwam er een DM van Joey. Boah! Oh, weggaan. Maar dat is wel echt grappig. Want ik volgde Joey al voordat ik begon. Mm-hmm. Rond die tijd dat ik begon. En de eerste keer dat het bericht kwam, dacht ik echt van, nou, dit is een nep profiel. En ik zit zo te kijken, klopt dit? En toen was het een afspraak, had volgens mij had contact met de shopmanager toen. En toen was het van, kom je een keer op gesprek? En ik dacht, nou ja, ik ga wel. Het ergste wat kan gebeuren is voor een dichte deur staan. En dat was 2 jaar geleden in januari. Of dat was nog voor de jaarwisseling. En volgens mij februari werkte ik hier. Echt een maand of 2 later. Nou, dat ging best snel, hè? Dat ging best wel snel. Dat was wel een beetje jouw ding, hè? Mensen wegkapen. Nee, maar goed, in principe heb ik wel... Dat vond ik juist... heel serieus op ingaan nou, maar... Het leukste vond ik wel echt inderdaad van mensen waarvan ik zag, weet je... Je zag gewoon superveel potentie. En dan zit je in een shop eigenlijk, waarbij je de volledige... Ja, hoe zeg je dat? De volledige potentie niet echt helemaal eruit zou kunnen krijgen. En dan vond ik het toch wel leuk om inderdaad te zeggen van, ja... Om gewoon eens een balletje op te gooien van inderdaad... Ja, zou je het, vind je het interessant om te komen werken en om in ieder geval gewoon volledig realisme te doen? Ja, het was inderdaad top. In mijn geval was dat ik was er inmiddels achter gekomen dat ik me wilde focussen op realisme. Ja. En ik had eigenlijk ik scheet in mijn broek. Ik dacht echt van, dit is, hoe werkt zo'n shop? Ik had geen idee, dat was de enige shop. Ik had daar 11 jaar gewerkt volgens mij. Ja, want ik kende ook nog van jouw profiel af dat je inderdaad maar heel weinig realisme erop had staan. Ja. Maar het realisme, dat laatste stukken wat je zette, was gewoon echt, supergoed. En toen dacht ik van, wow, deze gast is gewoon helemaal onbekend, weet je al. En maakt eigenlijk al zo'n mooi werk. Ja, dankjewel. Ja, ja, en toen was dit het. En eigenlijk, ik me niet voor kunnen stellen om bij een betere shop te gaan werken. Je zit tussen mensen die allemaal realisme doet en dan is het ook, dan kom je binnen en dan kijk je... En je pikt dan heel erg snel iets op. Want voor die tijd was het steeds wat moeilijkere dingen doen. Mm. En eigenlijk volledig autodidact daarin gewoon zoeken naar wat zijn de dingen die je moet doen om het beter te maken. En je enige referentiepunt is eigenlijk jezelf. Ja. En je hebt wel inspiratie daaromheen. Ja. Zo van, dit zou ik wel willen. Maar dan kom je ineens in een shop waar realismeartiesten werken. En dan denk je, een probleem waar je al 2 jaar mee zit. Kijk je, dat los je zo op. Kijk. Ja, het is een stuk uitgebreider. En iedereen doet het toch anders. Hè? We hebben natuurlijk ook met veel gastartiesten gewerkt. En we hebben op zich met best veel mensen gewerkt. En dat is natuurlijk wel tof wat je dan eigenlijk van iedereen meekrijgt. Dus uiteindelijk wat ik maak is eigenlijk ook gewoon een soort van mengelmoes van alles wat ik heb geleerd. Om met die artiest te werken. Ik kan wel zeggen, ik heb wel echt van alles geprobeerd, weet je. En dat is juist leuk, want uiteindelijk werken we nu zo. En je merkt best wel dat we met z'n allen een beetje zo werken, hè. Dus als die dan grijs gebruikt, dan gaat toch die ander toch weer een beetje grijs erbij gebruiken. En het triggert wel een ander persoon om zo te werken. Maar het kan goed zijn dat we over 2 maanden helemaal anders werken. Maar mensen aan nieuwe doekjes krijgen, dat is fucking onmogelijk. Oh, ja. Oh. Waarom vind je ze kut? Nee, ik vind ze gewoon nieuw. Ja, wat is er mee dan? Ja, anders. Ja. Oh, iets met autisme. Maar dat is natuurlijk maar alles, denk ik, daarin wel. Ja. Hoe ben jij eigenlijk begonnen met tatoeëren? Is dat gewoon zomaar... Ik ben er eigenlijk een beetje via ingerold. Was wel grappig, ik moest helpen op een open dag. Op mijn school. Ik ging eigenlijk mijn diploma niet halen, want ik kwam nooit opdagen op gym. Op gym? Ja, gym. Holy shit. Dat had je nog op die tijd. Dus ik moest helpen met de open dag. Van alle vakken? Ja, waar je skipt. Van alle vakken? Die je skipt. Ging je niet naar gym? Kijk naar mij. Hij is gym. Dus stel je voor dat jij niet zou afstuderen op de universiteit. Oh. Omdat jij niet kwam opdagen met gym. Oh ja, dat is niet normaal, hè? Ja, het is... Het was een dingetje. Wij moesten dan... De gym was weer apart van die school. En dan moest je...
dingen kiezen om te gaan doen, weet je wel. Maar dan kon je niet met je vrienden samen doen, dus dat vond ik niet leuk. Nee, dat dus toen dacht ik, ja, maar ik ga het niet. Nee joh, ik sla gym over, ik ga wel naar wiskunde. Nee, dat was echt na de middelbare school. Ja, okay. Maar goed, dus dat was met Kim? Ja, ik moest helpen met open dag om dan mijn rode vlaggen weg te werken. Gelukkig heb ik daarna wel mijn diploma gekregen, omdat ik zulke dingen dus mee hielp. Ja. Daar heb ik een maatje van mij ontmoet, Jasper. Ja. Heel simpel, ik sprak hem aan van, joh, heb jij nog hobby's? Ik denk, ja, niemand is hier, iedereen is hier zijn bloed serieus. Ik vraag maar gewoon even een leuke vraag aan iemand. Hij zegt, ja, ik doe mensen tatoeëren. En ik geloofde hem eigenlijk eerst niet, want ja, hij was 15. Oh shit. Dus dat was al, ja, dat was al een dingetje, weet je wel. Je gaat er niet vanuit dat iemand op zijn 15 al deed tatoeëren. Nou, het was allemaal wel... Het was Jasper wel. Zou het mooi zijn dat je hele leven anders had gelopen als jij op dat moment ervoor had gekozen om hem de vraag te stellen, ben jij een billen of een tietenman? Ja. Eigenlijk wel. Ja. Of als ik wel naar gym was geweest. Ja. Was je de porno ingegaan? Dan had ik hier nog niet gezeten. Ja, dan zat ik waarschijnlijk op mijn strippaal in. Ook niet verkeerd. Toch wel? Ja, misschien wel. Dat was het enige wat je nog niet had gedaan, zei je net, toch? Je weet het niet. Maar? En toen? Heb hij bij mij de eerste tattoo gezet. Voegde hij volgens mij €25 voor. Ik was zijn allereerste klant. Hebben we bij hem bij zijn moeder thuis aan de eettafel hebben we dat gedaan. Dus dat was ook wel weer een leuke ervaring eigenlijk. Kwamen er al snel achter. We hebben een beetje dezelfde humor. Dus we zijn bevriend geraakt. En op het moment dat ik hem zag tekenen, dacht ik, ah ja, dat is eigenlijk... Eigenlijk is dat wel leuk. Gewoon weer even lekker tekenen, weet je wel. Gewoon dingetjes maken. Dat deed ik vroeger altijd, sinds ik klein was. Ik ging liever tekenen dan buiten spelen eigenlijk. Mm-hmm. En hij zag een tekening van mij. Toen zei hij van, ja, waarom probeer je niet goed te tatoeëren? Nou, aan de ene kant dacht ik van, ja, is dat wel een ding voor mij, weet je wel. Van loodgieten naar tatoeëren. Ja. Ja, eerst hoe kom oud je was overal. Jij toen zelf, toen dat die situatie afspeelde? 17 was ik. Oké. Okay. Ja, ik was 17. Dus ja, ik vond het een beetje een grote stap. Ja. Weet je wel, het is toch anders van loodgieten. Je komt overal en je ziet dingen en je bent... Sorry. Nee, maar nee, doe maar gewoon. Maar nee, boeren, scheiden, dat kan allemaal. Ja, je bent toch wel veel met je handen bezig als je loodgieter bent. Je komt met mensen langs. Je bent wel echt weinig op. Met je handen bezig als tatoeëerder. Dus ja, dat daarom. Wel. Ja, ik ben geen ding aan het tillen. Nee, oké. Okay. Weet je? Ik voel me wel minder mannelijk nu, maar... Dat maakt... Dus ik dacht van, ja, is het wel iets voor mij? En aan de ene kant dacht ik van, ja, aan de ene kant, wat heb ik te verliezen? Ik probeer het gewoon, weet je wel. Ik had geprobeerd. Ik had nog steeds mijn twijfels erover. Ik was vroeger altijd een beetje zo'n opgevertje. Van, het lukt niet, laat maar. Ik heb er al geen zin meer in, weet je wel. En het loodgietenvak werd eigenlijk ook niks voor mij. Achteraf. Toen heb ik andere baantjes gehad. Daar had ik het eigenlijk ook niet naar mijn zin. Toen dacht ik, weet je wel, laat ik toch nog maar een keertje naar het tatoeëren kijken. Mm-hmm. Nou, heb ik dat opgepakt. Het ging steeds beter, steeds beter. Dus ik vond het ook steeds leuker om te doen. En... dat ging eigenlijk best wel snel. Ik denk dat ik een jaartje of zo op oefenhuitjes en op vrienden en familie en noem alles maar op. Op jezelf. Mm-hmm. Toen dacht ik van nou, weet je, ik begin mijn eigen shop. Gewoon aan een huiskamertje, GGD, KVK, noem alles maar op. En ik heb ook wel veel hulp gehad van een maatje van mij natuurlijk. Ja, je rolt er makkelijk in, want je kent iemand die... Weet wat voor machine je moet kopen, je naalden. En dat was die Jasper dan? Of? Ja, dat was Jasper. Ja. Die heeft me eigenlijk flink geholpen in het begin. En toen later is dat allemaal gaan rollen vanzelf. Ja. De shop aan huis. Ja, heel druk had ik het niet. Tatoeëerde mensen voor een pakje peuken of, of nog geen €10, weet je wel. Een beetje relaxed allemaal. Ja, ik woonde nog thuis, dus ik had in principe weinig te verliezen eigenlijk. Ja. Ja, het is zeker. Niet... Kijk, dus ik denk wel echt de beste manier om dan op die manier jezelf te leren. Dan krijg je gewoon mensen... Je hebt natuurlijk altijd mensen die onmakkelijk dan een tattoo nemen. Dus je hebt wel wat doorloop en verschillende dingen te doen. En ik ben trouwens benieuwd, zeg maar... Iedereen heeft een soort van begin.
had jij toen je begon met tatoeëren meteen een soort van visie, dit is eigenlijk de stijl die ik wil doen? En dat is dan nu realisme geworden. De meeste mensen, heb ik het idee, beginnen met inspiratie of die hebben bepaalde artiesten die ze vet vinden. Echt voordat ik überhaupt begon te tatoeëren, dacht ik dat ik op een gegeven moment Japan zou gaan doen. En dat veranderde door de jaren heen. Maar ja, dat was voor mij ook, man. Ja, toen ik begon met tatoeëren, toen wilde ik echt alleen maar Japans doen. Ik heb ook veel Japans gedaan, maar dat was ook toen echt... Japans was echt hot business. Japans was echt de shit. De koi vissen en die... Beetje rond die Miami Ink tijd was dat. Ja, zeker. Ja, 100%. Japans. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar niet echt... Toen de tijd was ik daar niet heel erg mee bezig. Ik pakte gewoon aan wat ik kon aanpakken. En een stijlkeuze. Het was heel makkelijk eigenlijk, omdat Jasper die deed al realisme. Oké. Dus ja, ik ging ook maar realisme doen eigenlijk. Niet wetende van wat andere stijlen zijn. Maar daar ben je wel mee begonnen dan eigenlijk ook. Ik ben gewoon begonnen met alles eigenlijk. Ja, met alles. Naampjes, hartjes, tekentjes, weet je wel. Noem alles, noem maar op. Ja. Ik pakte alles aan wat ik aan kon pakken. Moederdochter, tattoo. Ja, bijvoorbeeld. Het maakte mij niks uit. Ja, wou jij een tattoo? Ik wou hem zetten. Ja. Klaar, zo ging het. Pak je peuken bij, prima. Je wilde graag tatoeëren. Je wilde graag tatoeëerder worden. En ja, je wilde dus gewoon tatoeëren. Dus het maakt niet uit wat je aanpakt. Ja, eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen, een beetje rond die periode kwam volgens mij ook een beetje trash polka op de markt. Ja. En toen ik dat had uitgevonden, toen had ik zoiets van, dit vind ik vet. Ja. Dit wil ik doen. Helaas, in Nederland is daar... geen markt voor. Ja, het is daar niet helemaal de markt voor, helaas eigenlijk. Ik denk dat Nederland is wat dat betreft best wel conservatief in het tattoogebied, hè? Het is vrij simpel. Ik zie dat hij dit heeft, dat wil ik ook. Het is niet wat ik weet, wat ik hoor van Amerika, weet je wel, is dat je heel vaak ziet dat daar mensen elkaar proberen te imponeren, weet je wel, met een bepaald soort tattoo. Van, kijk wat ik heb, weet je wel. Nederland is best wel safe wat dat betreft. Ja een beetje. Ik wil niet zeggen herhalend werk of zo. Ik heb soms het idee dat sommige stijlen niet doorbreken in Nederland. Nee, klopt inderdaad. Nee, het is veilig, gewoon veilig, weet je wel. Doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Weet je wel, gewoon... Nederlandse mentaliteit sowieso wel, denk ik. Ja. Ja, en veel dingen blijven hangen van vroeger, heb ik het idee. Weet en je wel? Dat onderdeel dat men... Dit probeer ik altijd ook tegen klanten te zeggen, zeg maar. Altijd van, ze komen met ideeën van, en dit betekent dit, en dit betekent dit, en dit betekent dit. En ik heb het idee dat in Nederland het voornamelijk zo is van mensen die vinden het nodig om heel erg veel betekenis aan een tattoo toe te schrijven. Ik zeg niet dat het slecht is. Aan een tattoo toe te schrijven om het zetten ervan te kunnen rechtvaardigen. Ja, rechtvaardigen van zichzelf of anderen. Omdat de eerste vraag altijd is, waarom? Wat betekent je tattoo? Vaak en dan als je zegt van, ik vind het gewoon vet. Waar ik zie in andere landen, bijvoorbeeld Duitsland of whatever, dan kiezen ze een stijl of ze willen een tattoo van een specifieke artiest. Ja. En dan willen ze een kunststuk van die artiest. En dan mogen wij denk ik van geluk spreken dat we wel die klant hebben gehad. Maar heel erg veel mensen gaan met de basis. Ik wil dat het iets betekent. Terwijl dat heel vaak, en nogmaals, het is niet slecht, maar heel vaak heel beperkend is voor het design vanuit onze ogen. En ze komen heel vaak op dezelfde dingen terug dan, hè? Precies. Het is altijd zo van, oké. Ja, maar nu dit ga betekent ik echt dit. Mensen tegen een scheen aan schoppen. Maar zo van, ik hou van reizen. Wat is de eerste waar je aan denkt? Een kompas. Ja. En dan zijn er ook van die klassieke motieven die altijd werken. Schedels, rozen zijn top. Ja, maar het is ook, kijk wat je net zegt van, ik hou van reizen, pak een kompas. Het is ook gewoon, inderdaad, voor de leek, zeg maar, of voor de klant. Wat gaan ze doen? Ze zeggen, ik zou graag een tattoo willen met betekenis hebben. En dan gaan ze, ik zie het al voor me, weet je. Dan gaan ze zoeken, wat vind ik mooi. En hè, ik zie ze al thuis overleggen, bijvoorbeeld een vrouw of man. Van, wat is nou echt mijn ding? Jouw ding is echt reizen, man. En dan travel reizen. Tattoo. Ja, weet je wel? En dan komen ze eruit, snap je. En dan denk je, fuck. Maar als jij niet in de tattoo-wereld zit en jij ziet nooit kompassen. Jij ziet nooit leeuwen. Jouw referentiekader is zo klein. Dus jij weet niet waar je eigenlijk naar moet kijken. Dus jij ziet iets wat je heel mooi vindt. Ik kan me nog herinneren toen ik vroeger begon. En dat ik toen voor het eerst kompassen zag. En leeuwen en dit en dat. Toen dacht ik echt van tering, dit zijn vette tattoos. Ja. Dat zou ik ook wel willen. En Ja.
toen, ja goed, maar dat is het, weet je. Dat is wat je googelt, dat is wat je ziet en dat vind je vet. Ja jongen, ja. Ik kom uit de tijd dat ik net tattoos kon nemen uit de Japanse tekens. Ik heb er volgens mij 5. Oh shit, ja. Ja. Oh ja, ik heb ze ook. Ja, toch? Ja, ik denk dat iedereen hier is bijna wat. Volgens mij heb jij hebt er sowieso ook één. Ik heb ze in de vorm van AK's, nee. Oh. Ja, maar goed, in principe, het is ook nog maar vrij kort, hè. Ik zeg, wij hadden, toen ik net begon met tatoeëren, 12 jaar geleden, toen hadden we echt nog maar een paar shopjes in de buurt, sowieso, die iets unieks maakten voor jou. Die echt iets tekenen. De rest was echt gewoon uit boeken. Shops hadden gewoon nog steeds gewoon... Oh, gewoon Ed Hardy, Flash... Nee, gewoon een Flash, gewoon, die hadden duizenden dingen, weet je wel. Die hadden Japanse boeken van Horiyoshi, van, wat was het, 500-600 euro voor zo'n boek. Daar stonden de mooiste tekeningen in. Ja, die gingen dat zelf echt niet tekenen, weet je. Dat was gewoon zo. Mensen, nog steeds, hè. Kijk, uiteindelijk is het vervangen door Pinterest. Mensen kijken zelf op Pinterest wat ze willen. Ik wil dit. Snap je? Dus een heel groot verschil is niet. Het enige is dat wij zeggen... En dat nou ook veel shops dit zeggen, is dat ze iets unieks aanbieden. En dat is voortaan normaal geworden. Ja. Vroeger was het niet normaal, nu is het echt normaal. Iedereen wil iets anders hebben. Iedereen wil zich onderscheiden. En dat is gewoon een normaal ding geworden. Dat was vroeger natuurlijk wel iets minder. Even een klein zijstapje trouwens. We hebben nu een voorstelronde gehad. Wie ben jij eigenlijk? Ja. Ik bedoel, je zit wel allemaal dingen te verkondigen, maar wie ben jij? Oh ja. Ja, mijn naam is... Koning Willem. Ik zeg iets wat jullie gaan zeggen. Hè? Nee, ja, goed. Willem-Alexander betaalt belasting aan jou. Ja, dat hadden we verwacht. Dat kun jij mij beter niet voorstellen. Nee, ja, goed. Mijn naam is Joey. En Joey wie? Joey wat? Ik ben Joey. Ik ben 32 volgens mij. Ik heb 3 kinderen. Waarvan de oudste over een maand gewoon al 10 jaar wordt. Dus, singer-songwriter voor singer-songwriters. Ja, singer-songwriter. Ninja Warrior King. Juist. Ja, ja. Alles dat erop en eraan. Ik heb heel veel gedaan. Ik zal ook even bij het begin beginnen. Inderdaad, op school een beetje zoals herkenbaar, zoals Olaf. En misschien ook voor sommigen nog steeds wel herkenbaar. Ik deed heel veel dingen en ik maakte nooit iets af. Ik vond heel weinig... Echt leuk. Ik was wel echt in mijn jeugd, ik denk nog steeds wel echt een nerd. Ik ben echt helemaal fan van games en dit en dat. En van anime. Hij moest het zeggen. Nee, maar... En ja, goed, dus mijn stap van de middelbare school was eigenlijk... Ik wil graag game developer worden. Er was 1 opleiding in Nederland, de Eindhovense school. Die waren net 1 jaar begonnen, dus ik zou eigenlijk de tweede jaar zijn die daaraan zou beginnen. Er werden maar 50 studenten aangenomen en op school zeiden ze, ik kan me nog herinneren van, ja goed, hè, solliciteer bij meerdere scholen, hè, om de kans van aannemen te vergroten. Ik zeg wel, ik was daar niet mee bezig. Ik was wel blij dat ik überhaupt het had gehaald. En ik heb gewoon bij 1 school ingeschreven en dat was inderdaad de school waar inderdaad ook nog maar 50 leerlingen werden aangenomen. Ik moest dus heel tekenwerk vooraf gaan doen en het leuke was, ik kwam daar op sollicitatiegesprek voor het eerst en toen vroegen ze aan mij, heb je ook je portfolio meegenomen? En toen moest ik aan hun vragen, wat is een portfolio? Ik wist gewoon niet wat dat was. En ik zat daar echt als 15-jarige daar. En er waren gewoon ontzettend veel oudere mensen ook daar. Hè, van in de 20 al die daar... Oké, dus het niveau was duidelijk van... Oké, er zijn hier mensen die willen leren die hier al jaren mee bezig zijn. En dan komt Guppy met talent, ja, dus waar geen idee mee bezig is. We kregen wel van school een opdracht. De tekening van Naruto. Ja, precies. Nee, maar we kregen van school wel een opdracht. Toen van wat we allemaal moesten inleveren. We moesten echt wat voor- en zij-aanzichten en zo van games maken die wij tof vonden. Dus ik kan me iets herinneren dat ik iets van Zelda had gemaakt, van Link. En ik moest dan een scenario gaan schrijven, een gamescenario moest ik gaan schrijven en moest ik een beetje uitwerken. Er waren best wel wat dingen wat voornamelijk echt ontzettend veel tekenwerk was. We moesten objecten tekenen.
wat misschien dan de character zou hebben. En het was serieus echt veel werk. En ik kreeg daar ontzettend veel stress van. Want ja, dit was in één keer, weet je wel, na mijn periode op de middelbare, wat voor mij al superveel stress was. En ik had het gehaald met alle geluk. Moest ik dat er dus ook nog gaan bijdoen. En ik ben toen aangenomen. En dat was toen eigenlijk waanzinnig, want dat hadden we echt niet verwacht. Het was echt een beetje zo stress van ja, wat als ik niet word aangenomen? Nou goed, uiteindelijk naar school. Tweede dag, breakdown. Gewoon mentaal op. Ik ben naar huis gegaan. En ingestort. En ik heb anderhalf jaar thuis gezeten. En ik heb anderhalf jaar thuis, of wat was het, anderhalf, twee jaar thuis gezeten. Hè, van mijn 15e tot aan 17e, denk ik. En ik heb daar gewoon ontzettend veel getekend. En ik kan me nog herinneren dat ik toen voor het eerst... Ik kreeg op mijn 15e trouwens voor een diploma, mocht ik kiezen voor mijn ouders. Of ik een, wat was het, de large. Aha, ja. En daar zag ik een vest liggen. Of een vest staan. Met allemaal schedels erop, dat vond ik fucking vet. Bestaat en ik kan me nog herinneren... Ja. Ja, dat bestaat nog. Bestaat ja, zeker. Het is super groot geworden. En ik kan me nog herinneren dat de vest 100 euro was. Dus dat was super veel geld. En dat mijn ouders op een gegeven moment naar mij toe kwamen van... Ja, we hebben voor jou nog een optie. Ja, dat was een cadeau voordat ik geslaagd was. Je mag ook een tattoo nemen. En ik weet nog, ik dacht van... What the fuck is dit, weet je wel. Wat is die tattoo? Die heb ik op mijn kuit staan. Een duivel met een druipel op zijn hoofd. Lekker. Voor 100 piek? Nee. Het was wel duurder natuurlijk. Oh, maar ja, okay. Goed, dat vonden ze natuurlijk gaaf. En, nou goed, ik was natuurlijk helemaal blij. Ik heb tattoos altijd mooi gevonden. Ik was altijd... Mijn ouders waren al best wel getatoeëerd. Zeker voor als je kijkt naar wat er in de omgeving was. Hun waren echt wel getatoeëerd. Dus als kind vond ik het al fantastisch. Nou, uiteindelijk zat ik dus thuis, ben eigenlijk ontzettend veel gaan tekenen. Om lekker ook even tot rust te komen, mijn ei kwijt te kunnen. En toen kwam ik eigenlijk op een punt, toen was ik denk ik nog 15 of 16. Toen kwam ik al op een punt dat ik online zag, volgens mij was dat toen Light in the Box, was dat een website. En toen zag ik zo'n tattoo setje staan. Dat kostte iets van 60 of 70 euro. En had je alles, had je alle machines, had je drie machines. Liner, een shader en een packer. Je had inkt, je had oefenhuid, je had naalden, alles zat erbij. Toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Moet je kijken hier, dus voor 70 euro kun je al dat spullen. En mijn ouders die voelden erbij al een klein beetje hangen van... Hé jongen, leuk, maar hè, je bent nog jong, misschien moet je iets anders gaan doen nog eerst. Misschien moet je eerst even een diploma gaan halen. En het was eigenlijk al, ik zat anderhalf jaar thuis. Uiteindelijk heb ik denk ik ook een soort van burn-out gehad toen... Ja, er was van alles gebeurd en ik denk dat ik gewoon even moest rusten en chillen. En uiteindelijk voelde ik me gewoon weer goed. Op een punt eigenlijk zelfs dat ik weer dacht van ja, ik ga gewoon weer een opleiding doen. Toen ben ik de verpleging ingegaan. Dat is natuurlijk wel echt wel een heel andere kant. En ook daarin kan ik me nog herinneren dat ik echt ontzettend veel bezig was met tekenen. Dus ja, goed, in de verpleging en sowieso op zo'n mbo en zo, ja goed... Mijn leraren en leraressen, daar waren zelf allemaal, die zaten zelf in de verpleging. Dus ja, die interesseerden echt niet of ik nou aan het opletten was of niet. Dat lag echt gewoon puur aan jouzelf. Dus ja, goed, ik was gewoon echt ontzettend veel aan tekenen, lekker in mijn schriften. En ja, gewoon een beetje lol, weet je wel. Het was gewoon naar school gaan en weer weggaan. Het was gewoon heel simpel. Totdat we na een half jaar echt de zorg in moesten. Daar heb ik serieus nog ruim 2 jaar volgehouden. Ik heb echt heel veel ouderenzorg gedaan. In de psychogeriatrie. Dat was echt... Veel luiers gezien. Ja. Ja. Dat mochten wij niet zeggen, hè? Inko's. Inko's? Incontinentiemateriaal. Oh, ja. Nee. Ja. Nee, luier was beledigend. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, maar goed. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Alleen ik vond het hele zorg... hiërarchie vond ik verschrikkelijk. Het was echt gewoon mensen laten zitten die naar de wc moesten. Nee, we hebben nou pauze. Ik heb het gevoel dat mensen in de zorg... En ik wil niemand voor zijn voeten trappen, schenen trappen, of hoe je dit ook zegt.
Maar er zitten echt veel mensen in de zorg die echt al heel lang geen mens meer zijn. Die het echt al heel lang hebben vergeten om überhaupt mens te zijn. Robotwerk. Ja, zeker. En ik vind serieus echt, het ligt er ook aan wat voor tak je werkt in de zorg. Dat het echt helemaal niet zo dankbaar is. Dat echt mensen ook gewoon zeggen, schiet nou maar gewoon op, weet je wel, even klaar bent. Ik heb ook in het ziekenhuis gewerkt en daar is het ook gewoon, het is gewoon lopender bandwerk. En er zijn mensen die, die moet je zorgen dat ze juist uit het ziekenhuis gaan. Maar er zijn ook mensen die willen gewoon gaan, weet je wel. En die zijn echt niet zo dankbaar naar jou, wat je allemaal doet. En die geven geen fuck om jou. Ja, in maar goed. Het ziekenhuis is misschien, ja, in die andere situatie ook, maar in het ziekenhuis, daar zit je ook niet voor je plezier. Nee, natuurlijk, dat is ook nee, zo. Klopt, maar ik denk wel een stukje, degene die je voor je hebt, heeft wel het beste met je voor, weet je wel. Ja. En dat is gewoon een stukje fatsoen, denk ik. Maar goed. Ja. En toen heb ik als laatste nog, het was zo. Het was de zomervakantie. En toen zat ik in het derde leerjaar. En toen kreeg ik weer een pop-up op internet. Weer light in the box. Weer dat setje. En toen dacht ik, weet je wat? Ik wil het zo graag. Ik heb gewoon zo'n setje gekocht. Van mijn stagevergoeding. Wat was het? 1 euro per uur. En, Damn. Ik heb het gekocht. Shit. Ik kreeg het binnen. Ik ben gelijk op mezelf gaan oefenen. Dus ik heb het uitgepakt. Ik ben gelijk iets op mijn been gaan doen. Ook met die inkt? Ja. Gewoon, zeker. En dat is welke? Oei. Ja, dat zit hieronder. Dat is eigenlijk best wel weggevaagd. Toen ben ik uitgeschoten. Toen heb ik over mijn vingers getatoeëerd. Toen ben ik naar beneden gerend. En toen was ik in paniek. Want ik denk, kut, ik ben nou echt op mijn handen getatoeëerd. Er stond helemaal zo'n rits erop. Dat was helemaal niet diep, weet je wel. Nooit meer werk. En toen was ik echt gelijk voor een paar weken genezen. Toen dacht ik van, what the fuck heb ik nou weer gedaan, weet je wel. En in die tijd ben ik ook in de thuiszorg gaan werken. En dat vond ik wel echt lachen. Maar het was wel zo het stuk. Er was wel echt, dat merkte ik toen al. Er was echt iets in mij wat echt riep om toch iets te doen met kunst. Ik wilde zo graag dat tatoeëren, dat was echt zo'n innerlijk gevoel, weet je wel. Dat je dan zegt van, ja, wat is het nou? En elke keer als ik aan tatoeëren dacht, dan brandde er iets, weet je wel. Dat klinkt echt heel stom, maar dat was gewoon echt zo'n innerlijke passie. Als ik het nou dan zo terugkreeg van, dat wilde ik echt graag doen. Alleen, ik was 17 jaar. What the fuck, waar ga je tatoeëren, waar begin je? Nou, ik had dus dat setje gekocht. Toen ben ik met een vriend van mij ben ik naar een slagerij gegaan. Heb ik varkenshuid gekocht. En toen ben ik gewoon wat dingen gaan zetten. En dat ging eigenlijk wel goed. Toen zei mijn pa van, doe anders maar mijn been. En voor ik het wist, was ik gewoon letterlijk bij hem, gewoon bijna iedere avond, was ik gewoon een stuk aan het zetten. Was ik altijd wel iets aan het tatoeëren. En toen kwam er een vriend van hem en zei, dat is wel tof. Oh, dat kan hij misschien ook wel bij mij doen. En toen waren we eigenlijk op een punt dat we dachten, misschien moet ik naar een shop gaan. En toen ben ik in een shop in de buurt ben ik gegaan. Wij kenden ook een artiest. En die zei van, nou goed, ik wil niet met iemand samenwerken. Nou, prima. Ik was ook 17, weet je wel. Wat is toch voor een leeftijd? Dat is misschien helemaal niet serieus dan, hè? En, maar je was toen op zoek om daar te gaan werken of om te leren? Om daar te gaan leren. Ja. En ik zeg het trouwens verkeerd. Ik was toen al 18. Want ik was 17 toen begon in de zorg. Ik zat het derde leerjaar, dus ik denk dat ik al bijna 19. Ik denk dat ik toen al bijna 19 was. Toen ben ik nog naar een shop in Gelderop gegaan. Die twijfelde wel, merkte ik. Maar ja, goed. Hetzelfde verhaal. Hè. We hebben al een leerling. We gaan het niet doen. Toen ben ik nog naar één shop gegaan in Eindhoven. Die zei, ja goed, heel nuchter. Ja, kijk maar mee. Toen ben ik in Eindhoven daar naartoe gegaan. Ben ik iedere dag ben ik daar gaan kijken tot ongeveer een maand. En het was een beetje zo op en af. Oh, hij neemt de shop over. Oh, dit is de toekomst en dit en dat. En nou goed, er werd van alles onder de tafel daar gehandeld. En dat maakt ook verder niet uit. Dat was allemaal een beetje de tattooshop van toen, hè. En toen weet ik nog dat ik op een dag binnenkwam en
Als mensen terugrekenen toen je 19 was, dan kunnen ze er wel achter komen wie het is. Ik mag geen namen noemen. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar goed, uiteindelijk, hij heeft me wel mee laten kijken. En uiteindelijk dat, ook dat stukje, weet je wel, daar leer je ook wel weer van. En daar ben ik ook gewoon dankbaar voor. Ondernemend gedrag. Ik weet nog dat ik binnenkwam na een maand. En dat hij zei van, hey Joey, ik heb iemand aangenomen. Maar je moet gewoon lekker blijven schaduwen, blijven lijnen. Maar dat was het enige wat hij zei. Dus ik kwam net binnen. En toen stond ik echt een beetje ongemakkelijk bij hem. Van ja, en nu? Ik was heel, heel ongemakkelijk, kan me herinneren. Van ja, wat probeer je nou precies te zeggen? Moet ik nou niet meer komen? Of... Toen ben ik eigenlijk meteen eigenlijk omgedraaid. Zo na een half uurtje zo van, hey jongen, ik moet toch gaan. Ben ik op mijn scooter gestapt, ben ik om de zaak gaan rijden. Toen ben ik met mijn pa gaan bellen. En die zei van, ja, het was echt gewoon in dat gesprek zelf. Waarom ging je gewoon voor jezelf? En dat was zo raar, weet je wel. Ben je 18, 19... Begin maar voor jezelf. Ja, snap ik. Ja, oké. Dat kan. En school dan? Ja, school gebeld. Ja, school die stimuleerde daar eigenlijk wel. Die zei van, met verpleging dan haal je eigenlijk je examen door oefeningen af te strepen. Dus ik had best wel al wat werk gedaan. Het is niet dat je aan het einde van het jaar een examen doet en dan heb je de eerste leerjaar. Dat was gewoon aan de hand van praktijk en... Ja, dat was dan wat ik al had gehaald. En zei van, ja goed, je krijgt een jaar de tijd. En als je binnen een jaar niet meer wil, dan kun je gewoon terugstromen. Dat is wel netjes. Ja, dat was zeker top. Maar goed, ik woonde dus ook nog thuis. En ik ben gewoon begonnen. Boven bij een vriend van mijn vader. In zijn winkel. En dat was op een industrieterrein. En ik heb gewoon eigenlijk voor, wat was het toen, €25 per uur ben ik klantjes gaan tatoeëren. En als ik een half uur bezig was, dan vroeg ik €15. Dus, en toen alle geld, Wolf. Nee, maar dat, ja goed. Zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Ik was heel snel met Facebook. Heel veel tatoeëerders toen, vooral in die tijd, die waren echt al blij dat ze een website hadden. Want kijk, ik heb een website, jong. Hij was natuurlijk een nerdje, dus je was natuurlijk sneller met dat soort dingen. Ja, en ik deed al heel veel met Photoshop, dus ik kon wel wat beeld bewerken, wat vette dingen maken. Toch wel, ik wou zeggen, ook, ja, of maak je echt zo'n tattoos? Nee, dat is allemaal Photoshop, dus jullie trappen er allemaal in. Oh. En, ja. Waar was ik? Dat je voorop was met Facebook en ja, goed, en toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met acties. En dat was eigenlijk wel helemaal nieuw. Dus, en daar kreeg ik toen echt zo fucking veel bereik mee. Toen was het echt nog organisch bereik. Het beste bereik wat er is. Nee, en dat ging echt, ik weet nog wel dat ik echt, ik had een paar. Ja. Ik had 100 volgers op mijn Facebook en ik deed zo'n actie en ik had er 1,000. En binnen een paar maanden had ik er al 10.000. En toen zijn we zo... in enkele jaren zo naar de 200.000 gegaan. En door echt gewoon puur acties te doen en continu bezig te zijn. En ja, dat was wel echt een vette tijd. Maar daar heb je ook commentaar op gehad. Ja, ik heb eigenlijk, zeker in het begintijd, zeker toen ik begon met tatoeëren. Ik tatoeëerde natuurlijk zonder dat ik een apprenticeship heb gehad bij een tattoo shop. Dat was eigenlijk al een no-go. Er waren nog niet zoveel tattoo shops. Dus dat ik bullshit over me heen heb gekregen, ja, waanzinnig. En ik denk dat het zelfs nog wel een beetje is doorgaan stromen naar de shops die leerlingen hebben aangenomen. Jongere leerlingen die daar een apprenticeship hebben gehad, die daar over mij te horen kregen. Oh, die Joey, daar is er een, weet je wel, bla bla bla. Ja, maar dat is dan toch grappig dat men zo'n mening heeft over iemand en naar mensen blijven komen. Als iemand dan talent heeft en het op die manier kan leren, waarom zou je dan een klassieke apprenticeship beginnen als het goed gaat? Ik snap dat je de basis nodig hebt en het hygiënisch werken en zeg maar de manier waarop je je dingen neerzet, je machines in elkaar zet als je nog met coil werkt of whatever. Alleen dat apprenticeship dingetje, dat vind ik ook, het is grappig dat wij hier dan met z'n drieën zitten. En dan volgens mij heeft geen van ons een klassieke apprenticeship gehad.
Nee. Ja, ik denk dat het een mooi, om nou gelijk al te zeggen, hè, dat is een mooie overstap om daarover te hebben inderdaad. Wat vinden jullie, misschien moeten we dan gelijk aftrappen bij jou, wat vind je van een apprenticeship, wat vind je van de klassieke manier? Ik vind het in de basis vind ik het misschien niet eens heel erg slecht. Ik denk dat het te ver is gegaan. Ik heb er best een mening over, maar dat is vaak een mening op specifieke gevallen. Dus er zijn, ik ken mensen die wilden een apprenticeship en die zijn dan 2,5 jaar zijn ze zeg maar de shop bitch geweest. Weet je, dan ben je de eerste 2 jaar ben je aan het schoonmaken en stations aan het klaarzetten. En dan denk je van oké, prima. Repetitie als mater studiorum. Je moet zeg maar dingen blijven doen om het te leren. Maar je hebt na een fucking 4-5 maanden weet je echt wel hoe je hygiënisch je ship moet neerzetten. En dat mensen na 2 jaar dan misschien eens een keer een stencil mogen overtrekken met de hand. En dan misschien na 2,5 jaar een keer een machine. En dan gaan er waarschijnlijk wat wenkbrauwen naar elkaar toe. Maar dan denk ik van, uiteindelijk leer je het meeste door te doen, denk ik. Maar wat zou, even om terug te gaan, wat zou de reden zijn geweest waarom, om het maar even misschien oldschoolers te noemen, wat zou de reden zijn geweest dat ze het op deze manier hebben gedaan? Ik snap het kaf van het koren scheiden. Dat is gewoon. Ik snap waarom ze dat deden en dat ze het kaf van het koren scheiden. Dat is in de zin van, ik wil iemand die het echt wil en anders niet. Exact. Okay. Dus wie houdt dit 2,5, 3 jaar vol om het zo te doen? Maar dat komt denk ik ook uit een tijd, net als weet ik veel, met geneeskunde of whatever, dingen evolueren nou eenmaal. En vroeger was het, als je het deed, of als je het wilde doen, dan was zeg, denk ik de pool van mensen die dachten dat ze überhaupt konden tatoeëren, was veel kleiner. Nu zitten we in een tijd waar kunstacademies, mensen die leren tekenen van YouTube, die leren van alles van YouTube en die zijn al goed voordat ze überhaupt een tattoo-machine hebben vastgehouden. Dus die hebben een soort van dingen al overgeslagen en die hebben al een talent, die hebben al een creatief talent. Het enige wat je nog hoeft te leren is het overbrengen op huid. Ja. Snap je? Ik denk dat vroeger heel erg veel mensen dachten van, nou ja, ik vind het tatoeëren mooi, maar ik kan niet tekenen. Dan snap ik, oké, je moet leren tekenen. Je moet vanuit een oldschool perspectief, je hebt zeg maar je flash en je hebt de stijl die traditional of oldschool of whatever is. Dat is zeg maar een tekenstijl. En vroeger waren de meeste shops, denk ik, op die manier ingericht. Dus realisme bestond bijna niet. Was hier en daar is voornamelijk in Amerika die dingen die je in die black and grey boeken ziet. Weet je wel, de Victor Portugal en al die Paul Booth. En dat waren dan de voorlopers van het realisme, de Bob Terrells en zo. Alleen vroeger waren shops heel anders ingericht. Nu komen de mensen de business binnen en die doen, weet ik veel, in 10 minuten zetten ze een realistisch gezicht op papier en die snappen echt de lichtinval en alles wat erbij bij. Ja, ik denk op zich dat het ook voornamelijk te maken heeft daarin. Ik denk ook wel dat ze vroeger dat ook al begrepen, alleen de toegang was denk ik ook een stuk moeilijker. Dus toen ik begon met tatoeëren, toen was die Cheyenne, kwam toen pas net, weet je, met die cartridges en zo, maar dat deden we nog niet. Was raar, was nieuw, was duur. Dat snapte niet, hè? Alles was coil. Maar het was natuurlijk ook zo, het was niet zo toegankelijk om te leren, want waar haalde je je spullen? En zeker vroeger, hoe kwam je aan inkt? De enige manier om 20, 30 jaar geleden je inkt te halen, was om naar Amerika eigenlijk te gaan vliegen. Ja, of Oost-Indische inkt in een potje te gieten. Ja, maar daar is wel inderdaad gewoon al 50 jaar gewoon mee getatoeëerd. Als het niet langer is, gewoon met inderdaad gewoon van talens. Het flesje wat gewoon bij een tekenwinkel staat, waarop staat niet voor tatoeëren. Ja, ik heb daar gewoon 6-7 jaar mee getatoeëerd, snap je? En ik denk andere tatoeëerders daar gewoon nog steeds. Ik weet van sommige hele goede artiesten die nog steeds dat gebruiken als hun greywash. Ja. En ook misschien een stukje, ik weet niet wat daar het Nederlandse woord voor is, gatekeeping. Een soort van, ja, maar we proberen het klein te houden of whatever. Soort society, community-achtig. Snap je? En dan denk ik van, dan hoop je toch, iedereen hoopt altijd dat mensen elkaar helpen. En dat je denkt van, oké, ik probeer verder te helpen of whatever. Maar eigenlijk is, denk ik, het groepje tatoeëerders best wel een bekrompen groepje mensen.
Iedereen zegt, en de meeste, of de, heel veel mensen die willen ook echt mensen helpen en die proberen helpen. Zoals bijvoorbeeld, veel meer niet. Veel meer niet. Of zijn ze dan bang voor hun plek? Ja, zijn ze dan bang, krijgen we meer concurrentie en dan heb ik een beetje daar tegenover. Ik zou, doe dan je best om fucking beter te worden. Daar snap je, probleem ook niet. Maak niet de business zo klein dat er zo weinig shops zijn dat ze alleen maar bij jou terechtkomen. Nee, up your fucking game dan. Ja. Snap je, klinkt misschien heel erg arrogant, maar doe er dan wat aan. Er zijn ook altijd de mensen die lopen te bitchen, die zitten vast in hun talent van 15 jaar geleden. Die zijn er geen 15 jaar, zijn ze opgeschoten. En dan is het, oh, mensen pakken mijn klanten af. Nee, mensen, klanten lopen bij je weg. Ja, precies. Jij hebt je gewoon niet doorontwikkeld. Stilstaan is achteruit gaan, toch? Exact. Ja, waarom niet bij het tatoeëren? En dan heb je gasten die, weet ik veel, die 2 jaar bezig zijn. Die, het is misschien toegankelijker daarin geworden is dat mensen sneller ontdekken dat ze mogelijk talent hebben. Er zijn mensen die tatoeëren 1,5, 2 jaar, die kakken over sommige oldschoolers heen die al 30 jaar tatoeëren. En dan is het zo van, oké, ja, nee, dit ligt aan de markt is kapot of de business is kapot. Nee, deze persoon is gewoon beter dan jij. Nou ja, goed, dan kijken we ook dat stukje in, hè, in de markt is kapot. Hè, dat vind ik altijd wel mooi. Hè, zeker nou, hè, nou met het opzetten van die tattoo-cursus. Hm. Dat ze dan zeggen van, ja, je maakt de markt kapot. Nou ja, goed, ik maak de markt alleen maar groter. Ja. Snap je? En je ziet ook wel gewoon dat tatoeëren wordt alleen maar meer. Hè, als er miljoenen mensen per jaar hebben die getatoeëerd willen worden, hoe willen we dat doen met een 3000 shops? Ja. Snap je, als je dat berekent met hoeveel klanten dat daadwerkelijk is, en dat komt ieder jaar worden er weer kinderen, worden er weer 18, weet je, en die willen weer nieuwe tattoos, en ja, dat wordt alleen maar meer. Dus ja, goed, kijk, en zeker in het klassieke apprenticeship, ik denk ook dat vroeger ging het voornamelijk om, in één deel ben ik daar mee eens, weet je, dat ik denk, oké, ja, ze moesten zwoegen en ze moesten alle ja, slechte dingen in de shop doen. Ben ik daar mee eens, omdat ik dan denk van, ja, je dwingt ook wel ergens respect af. Hè? Ik heb natuurlijk best wel wat mensen bij mij gehad die het vak hebben mogen leren. En uiteindelijk, hè, omdat ik dacht, hè, kijk, uiteindelijk ging het voor mij om, het is druk, ik heb gewoon iemand nodig. Dus ik laat iemand gewoon gelijk tatoeëren. Want als ze gelijk tatoeëren, dan kunnen ze natuurlijk snel leren. En dat deden ze. En ze leerden natuurlijk snel. Maar ze waren daardoor ook heel snel weg. Want ja, uiteindelijk ging het zo snel. Hè, ik gaf al mijn kennis van jaren, zeg maar, gaf ik in één keer. Het ging heel snel. En uiteindelijk van, ja goed, oh ja, ik heb het toch gewoon zelf gedaan. Er was geen... het stukje respect, zeg maar, daarin naartoe van, hè, bij je leraar blijven. Dat begrijp ik wel van het oldschool gedeelte. Alleen ik denk toch niet helemaal dat niet helemaal de insteek is. Nee, want het is het terugdoen wat jou is aangedaan ook. Dat denk ik ook voornamelijk. Ja, precies dat. Ik denk dat het ontgroeningen die ieder jaar exact, eigenlijk ja, al worden. Maar zo'n ontgroening, ik ben helemaal niet tegen een vorm van ontgroening. Snap je, een soort van periode, schoonmaken, whatever. Alleen die shit hoeft geen 3 jaar te duren, hè? Nee, en die shit hoeft niet iedere keer eigen te worden. Ja, maar ja, goed, als jij, stel jij hebt een eigen shop, je zit in je eentje, hè, en er komen een klassieke shop vroeger, wat zal het zijn, 1, 2, 3 weken vol, en er komt iemand binnen, die wil je leerling worden, en jij denkt, kut, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om elke keer mensen in te plannen, ik heb geen zin om schoon te maken, ik heb geen zin om de naalden te solderen. En dan dat onder het mom van dit is het vak leren, dus doe jij maar deze ja, dus doe jij al dit soort werken, want dan leer jij ook hoe je moet poetsen, hoe je hygiënisch moet werken, dan leer je ook dit. Je leert daardoor alles, maar je leert eigenlijk alles behalve tatoeëren. Maar het is wel fijn, want je hebt gewoon iemand die het voor je gratis doet, want dat was natuurlijk fijn. En uiteindelijk, wat kun je dan doen na 2 jaar? Kun je ook zeggen, jij werkt niet hier in de shop, werkt niet wat jij doet. Ja. Ik neem weer een nieuw aan. Tenzij, wat ik ook heel veel heb gehoord, en dat was natuurlijk ook alweer een ding, dat ze wel gaan tatoeëren na een paar jaar, maar dat ze nooit de mooie stukken mochten zetten, want die was voor de eigenaar. Ja. Dus hun mochten alleen maar de kleine shit zetten. Dus de enige manier om te groeien, was er om weg te gaan. En dus, cirkeltje waarom? Ja. Alleen om weg te gaan in een oude shop waar je altijd met de kop naar beneden bent gedrukt, is een grote stap. En dan word je zuur van ook, en dan begin je op jezelf. En dan ga je net zo zuur doen.
Ja, maar ja, dat wordt daar gemaakt bij iemand. Je zit in een shop en dat wordt daar gehad, weet je, over. We hebben het maar, ik zit maar zo ver vol. En dat is jouw referentie, weet je al. Dan is het, lijkt me ook heel eng om dan zelf te beginnen van, ja, wie zijn dan jouw klanten? Ja. Hoe moet je beginnen? Ik denk zeker als je al bij een shop 5 tot 10 jaar hebt gewerkt. Dan heb je waarschijnlijk ook wel gewoon je eigen huisje of dit of dat. Maar... En dan moet je voor jezelf gaan beginnen. Ja goed, de grootste groep van tatoeëerders is vaak geen ondernemers, gewoon een kunstenaar, weet je wel. En om dan te beginnen voor jezelf is natuurlijk een enorme stap. En ook dit is een van de redenen waarom ik vroeger altijd heb gekozen om iemand het zo snel mogelijk te laten leren. Omdat ik ben echt een voorstander van, als je iets wil leren, moet je het fulltime doen. En als iemand fulltime komt leren, betekent ook dat hij iets moet opgeven. Hè? Dus zeker als ze al in de 20 waren, ja, de kans zat er echt al wel in dat ze gewoon een eigen huisje hadden. Dat ze gewoon een baan hadden. Ja, dan moeten ze dan opgeven. Wat dan? Om 3 jaar bij mij te zwoegen? Ze moeten gewoon tatoeëren. En ze moeten het leren en zo snel mogelijk. Hey, maar wat Boris dus straks ook al zegt. Kijk, je wordt alleen maar beter. Kijk, als jij alleen maar mensen in jouw shop hebt die jij de hele dag op de kop zit. Ja, hoe ga jij zelf nog beter worden dan? Van wie ga jij nog leren? Ja. Dat is wat Boris toch ook zegt. Je moet gewoon aan de bak. Hoe sneller hij bij is en hij bij is. Hoe harder jij moet werken om beter te worden. Ja, dan, dat is groei. Dat is beter worden. Maar dat is niet stilstaan. Dat is een invalshoek inderdaad. Dan word je dus getriggerd om, oké, deze persoon wordt beter. Oh fuck, ik ben niet op mijn game. En ik moet... Ja. Zeg maar, en dan misschien gezonde rivaliteit. Hoop ik dat het zo is in een shop dat je geen competitie hebt met elkaar, maar een gezonde competitie. Dus als je denkt van, ah kak, dat is vet. Shit, moet echt even... Ja. Snap je beter mijn best, omdat je het op die manier opvat. Ik heb gewoon het idee dat veel mensen van Welleer heel erg met een schuine oog naar elkaar keken. In plaats van dat het een community was. Misschien was het alleen een community als je dan oude conventies had van, oh... Kijk, we zijn allemaal tatoeërers. Ja, maar dat zijn gewoon eilandjes, zeg maar, binnen een shop, weet je. Dus iedereen zit, ze werken in een shop, maar iedereen is voor zich. Mm-hmm. Weet je, en dat is ook wel, wat ik bijvoorbeeld dan heel erg merk bij ons in het team, is dat wel echt, ik noem het ook voor het eerst echt een team. En voorheen was dat van, ja, team, ja, we noemen het maar een team. Maar wij zijn ook wel echt een team, omdat we elkaar wel echt de lucht in trekken. Het is ook helemaal niet... beschamelijk om iemand tips te geven om en nou denk ik niet per se dat we heten zeggen, oh, we geven elkaar tips, maar we hebben best wel een grote groep gehad met leerlingen, dus we zitten best wel in de flow van, hè, oh ja, we moeten die tips geven, we moeten die feedback geven en het is inderdaad zo, je leert juist door door mee te kijken, hè, door wat doet hij en gelijken, ja. En ik heb wel eens gewoon dingen ook geleerd van een leerling die in één keer iets deed dat ik denk van, hè, dan komt hij daarbij en dan denk je van, oh fuck, misschien ga ik ook eens proberen. Ja, maar dat is het mooiste bij ons. Ja. We zijn niet verdeeld in ranken en ik denk dat een beetje ook met de oude shops een dingetje iedereen is. Iedereen kan leert het van, ja. Ja, je leert het van de grote chief, want dat is de beste hier zo en je luistert naar niemand anders. Nee, eigenlijk. Precies. Maar zouden die dingen nog veel gebeuren, denk je, dat je nog 3 jaar lang... vuilniszakken moet verwisselen en zo. Nou, ik denk dat het een generatie dingetje is. Daar gaat iemand bij ons beginnen binnenkort. Die heeft het wel zo ervaren, geloof ik. In deze tijd nog. Ja maar dat is koffie zetten en... Ja, maar misschien is haar leraar ook zo behandeld. Waarschijnlijk. Weet je? En het kan ook gewoon zijn. Er zijn ook gewoon letterlijk gewoon mensen die maken gewoon een gebruik van een andere. Kijk, en dat moet natuurlijk ook wel gewoon een ding zijn. En ik denk dat wij altijd heel open zijn geweest, zeker van het begin. En nou we de nieuwe shop hebben, gewoon van hoe wij te werk gaan en wat het doel is. Kijk, en mijn doel, zeker ook toen ik begon, was gewoon altijd om te groeien, weet je. Ik had nooit durven dromen op het punt waar ik nu sta. Maar dat komt wel, en dat weet ik ook gewoon, dat had ik ook nooit alleen gekund. Dat kan alleen maar door samenwerken, openstaan om te leren. Weet je, en ik denk dat ook wel eens iets oldschools is, iets van de shop van vroeger, is het niet per se openstaan om vooruit te gaan. Hè? Net wat Pim zegt, stilstaan is achteruit gaan. Ik denk dat gebeurt er nu ook. En dan heb je echt wel kleine groepjes nog steeds, of kleine groepjes, ja, degene die je nou af en toe wel eens hoort, of zeker als dan bijvoorbeeld de cursus uitbrengt,
dan hoor je wel eens wat shopjes rommelen. En dan kijk je naar en dan zie je, ja, dat zijn echt van die shopjes die nog proberen om dat oldschool, om dat vast te houden, om daarin, terwijl ze zelf helemaal niks oldschools hebben meegemaakt. Weet je, ze zitten waarschijnlijk 1 of 2 of 3 jaar misschien te tatoeëren, maar ze vinden het gewoon cool, snap je? Het is de imago, ze kunnen een gezicht tatoeëren, weet je wel, kijk. Tatoeëren zonder shirt. Moet ook wel zeggen, de tijd is ook wel heel erg snel gegaan. Het is heel snel gegaan. Er zijn veel dingen veranderd, als je nou al terugkijkt. Als ik al terugkijk over de 8 jaar dat ik bezig ben, is superveel veranderd eigenlijk. Ja, maar dat gaat ook snel. Maar veel dat is, andere dat... stijlen zijn aanwezig. Maar dus ook invloeden van mensen die op een heel ander moment zijn ingestapt met andere stijlen. Ja. Alleen al, ik tatoeëer dan relatief niet zo heel lang, 7,5 jaar. Toen ik begon, bestonden Rotary's nog niet. Dat is maar 7,5 jaar geleden, dus... Ze bestonden al toen ik begon, inderdaad, de klassieke Rotary's, niet de penstijl, inderdaad. Nee. De cartridges waren er. Precies, de cartridges die kwamen waren net in. Precies, die begonnen net te komen, zeg maar, pas 7,5 jaar geleden begon ik te tatoeëren met een coil. Nog. Dat is zo kort geleden. Wij allemaal, denk ik. Ja. Maar wat is de reden, zeg maar, als ik daar dan aan denk, weet je wat is de reden waarom het zo snel gaat? Dan komt het, in mijn mening is de groei ook heel snel. Er willen ook veel meer mensen getatoeëerd worden. Ja, de markt is veel groter. Het stigma gaat eraf. Ik denk sowieso dat echt dat hele stukje, hè, met dat van naar het werk gaan, dat zal er bijna niet meer zijn. Ik denk dat zelfs gewoon mensen dat nog verzinnen. Weet je wel, dat ze zeggen, ik denk niet dat ik dat van mijn baas mag of wat dan ook. Ik denk van ja... Dat is al lang niet meer. Je ziet het overal, zet de tv maar aan. Ja, maar je ziet het ook aan het publiek wat in de shop komt op een zaterdag. Ja, dat zijn echt geen mensen waarvan jij verwacht dat ze tattoos hebben. Ik was vorige week nog bij een best leuk restaurant in een relatief chique buurt. Gast had echt 2 tattoos zo onder zijn ogen. De kok. Heerlijk. En dan nu is het, je kan alleen al na ik zou gelijk weggaan. Ja. Maar alleen al series. Ja. Je ziet geen keuken meer. Niet waar mensen niet helemaal onder zitten. Ja, en dingen. Dat zie je daarover. Maar dat is ook uiteindelijk weer een beetje, hè, zeker in de keuken, ook wel echt een creatief beroep vaak. Hè? Precies, maar dat wordt nu erkend, eindelijk. Ja, ja. Dat je nu niet, als je daar... Dan, wat wordt nu erkend? Nee, dat er nu erkend wordt dat, omdat dat ook een heel creatief beroep is, dat mensen die zich ook op een andere manier uiten in hun creativiteit, dat misschien juist een betere fit is voor zoiets. Dat zelfs in de chicste keukens staan mensen die helemaal ondergezet zijn, omdat dat, er zit een hele grote overlap in creativiteit en hoe mensen nadenken en alles. Dat mensen op een gegeven moment doorkrijgen van oké, maar deze mensen zijn minstens zo goed als de mensen die ik nu in dienst heb, misschien zelfs nog beter. Ja, ik denk dat voornamelijk dat de terughouding vaak in beroepen met service zaten, hè, waar mensen wat netter voor moesten komen. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij politie heel erg terug, dat het nou een beetje een... Hè, ze moeten toch de weerspiegeling zijn van de maatschappij. En dat zie je zeker richting de Randstad. Maar ironisch genoeg zijn mensen die getatoeëerd zijn bij de politie meer een weerspiegeling van de maatschappij. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat zie je dus terug meer, zeker richting de Randstad. Dat je vaak politie echt, dat het bijna een must is dat ze getatoeëerd moeten zijn. Weet je wel, want dat is gewoon de weerspiegeling van de maatschappij. Ah, zo. Ja. En ik denk dat dat ook... een enorme verandering heeft meegemaakt in een hele korte periode. Waarin vroeger nog alleen voetballers, weet je wel, van oh ja, die heeft... Hè, in mijn tijd, om het maar zo te zeggen, 12 jaar geleden, moest ik heel vaak nog David Beckham tattoos zetten, weet je wel. Dan moest ik elke keer dat plaatje inzoomen van wat die gast ook weer op zijn arm. Ja, gast, hij had gewoon een paar dingen op zijn arm en het was gewoon gevuld met wolken, snap je? En het was gewoon super lelijk. Man, die tattoo die heeft toch het landschap veranderd, jongen. Die specifieke arm van Beckham. Ja. Dat was... Maar dat is gewoon een invloedrijk persoon, weet je. En dan heb je natuurlijk nou door dat YouTube gebeuren en zo, influencers die getatoeëerd zijn. Anderen die denken, oh, ik wil dat ook. Weet je, dus het groeit en het wordt alleen maar meer. Ik geloof niet dat het minder wordt. Toen ik begon met tatoeëren, ieder jaar vroeg wel weer iemand, denk je dat het dan... heb je het eigenlijk wat druk? Dus ja, ik heb het heel druk. Ben je niet bang dat het dan minder wordt? Ik zeg, nee, ik denk dat het alleen maar meer wordt. En ja, we zijn nu 12 jaar verder en ik denk nog steeds dat het alleen maar meer wordt. Het ding is gewoon, mensen kunnen zich niet meer identificeren zonder om maar zeggen, uniek te zijn. Ja. Weet je, en wat gaan ze dan doen? Ze gaan gekke shit doen online. Hè? Ze gaan gekke filmpjes maken.
Ze willen een eigen ID hebben, weet je wel. Ze gaan de gekste kleding aan doen. Alle haren komen voorbij en noem maar op. En ja, de enige manier op dit moment nu om echt, weet je wel, om outstanding te zijn, weet je, is nog steeds om gewoon een tattoo te nemen. Ongeacht dat je dezelfde tattoo neemt, als dat je hem op een andere plaats door een andere tatoeëerder. Je bent uniek, want er is niemand die jouw tattoo draagt. Nee, en ik denk dat de tattoos veel mooier en laagdrempeliger worden, zeg maar. Hè? Wat jij zegt, vroeger had je een boekje of een sticker of een muur waar je uit kon kiezen met een ankertje en een dingetje en een datje, weet je. Ja. Het wordt veel sierlijker. Ja, mensen gaan denk ik ook wel een stuk, zijn ook denk ik wel meer, althans in ieder geval, wat ik wel echt merk bij ons, is dat mensen echt wel specifiek echt letten op wat voor werken wordt gezet. Hmm. Ja, dat is meer om kwaliteit dan. Ja, mensen zijn echt wel bereid om voor een tattoo te betalen. En degene die online schreeuwen, met tattoos zijn te duur, dit en dat. Ja goed, kijk, online kun je toch niet zien of iemand 13 jaar oud is of zo, die zegt dat een tattoo te duur is. Maar ja goed, dat is wel gewoon de tijd voor nu. Ik denk dat een tatoeëerder tegenwoordig voortaan veel meer wordt geïdentificeerd als een artiest. En ik denk dat dat juist een heel positief ding is. En ik denk dat het alleen maar meer wordt. Ik denk dat het alleen maar meer die kant op gaat. En daarin ga je natuurlijk ook weer, omdat het normaal wordt, ga je natuurlijk weer inderdaad, hè, waar we het net ook al hadden over de shops, die is toch nog in de oldschool. Je gaat veel meer extremisten weer zien. Weet je, ah joh, hè, de blackout begint al normaal te worden. We gaan onze oogballen tatoeëren. Weet je wel? Nou zien we, weet je, ik had mijn oogballen al 10 jaar geleden getatoeëerd, weet je wel. Ik ga nou mijn kin oprekken tot aan mijn anus. Snap je? Ja, dat moet altijd extremer, snap je? Mensen moeten altijd nog. Wat zei je? Dan hoeft die bij jou niet zo ver, dat scheelt. Maar wanneer zou een tattoo voor jou te duur zijn? Want dat is toch een keuze, denk ik, die je zelf maakt. Dat maakt toch helemaal geen rol uit als jij het een kunstwerk vindt en jij vindt het de prijs waard. Maar sommige mensen kiezen... Een schilderij aan de muur gooien ze 25.000 na. Sommige mensen kiezen een artiest uit op basis van prijs. En sommige mensen kiezen een artiest uit op basis van de artiest. Of de shop, of whatever. Maar het is in ieder geval... hoe vaak hebben wij gehoord, ja, ik ken iemand die doet het voor 300. Nou ja, ik ga nu iets fucking arrogant zeggen, maar... laat het lekker voor 300 doen, dan ga je het over 2 jaar laten lezen en dan zie ik je over 5 jaar wel weer terug. Oh, snap je, uiteindelijk ben je dan en nog duurder uit. Mensen, en ik snap het, tatoeëren is een dure hobby en het is allemaal niet goedkoop, maar het is wat dat betreft ook een luxe product. Het is absoluut een luxe product en we vergeten denk ik ook dat tatoeëerders vaak ook al jaren bezig zijn voordat ze gingen tatoeëren met tekenen. Althans in ieder geval, hè, wat je wel ziet met de goede tatoeëerders. Ja. Dus, dat hele tijd van investeren en om een beter artiest te worden. Hele domme vergelijkingen. Dan wil ik niet zeggen dat iemand van, weet ik veel, een Lambo of een Ferrari is. Ik weet echt zeker dat je dat bedoelt, maar doe maar. Precies. Maar dat je naar de Ferrari dealer gaat en zo van, yo, ja, ik vind die 200k vind ik wel minder. Kunnen we het voor 30 doen? Ja. Snap je? Maar je wil wel een Ferrari krijgen. Ja, maar, maar dat is het eindresultaat. Hè? Weet je wel? En dan is het, ja, maar het duurt maar 8 uur. Maar dit is het eindresultaat. Maar die 8 uur, daar zit wel 12 jaar ervaring in. Of 8 jaar. Precies. Of 7,5 jaar. Maar ja, het eindproduct duurde maar 8 uur. Dus ik kan het niet voor de helft. Ja, nee, dat heeft me 10 jaar gekost. Ja, ja, weet je. Dat is het. En in principe, je loopt er voor de rest van je leven mee rond. Als jij elke dag een euro zou moeten neerleggen voor de tijd dat je de tattoo op je lichaam hebt. Ja. Dan heeft je eind van de streep, dan moet ik jouw geld teruggeven in principe. Ja, ja, precies. In jouw geval valt het dan nog wel tegen als je het echt berekent, maar... Ja, nee. Maar dat is vooral omdat hij heel traag is. Dat heeft niet zoveel met de tattoos te maken, dat is gewoon heel langzaam. Ik weet niet of Klaas ooit gaat meekijken naar deze podcast, maar... Of dat hij überhaupt zo ver komt waar we nu zijn. Hij is wel mooi. Ja, maar die gaat een tientje wegleggen iedere dag. En dan gaat hij nog eerder dood dan dat de tattoo betaald is, denk ik. Zo, hij valt nu. Dat is de belling. Ja, ja, dat is ja. Nee, Klaas, we vinden je leuk. Nee, sorry. Je bent de volhouder. Dus maar wat als we het nou hebben over de klassieke apprenticeship. Wat vinden jullie dan van de... Naar mijn mening zijn dat de nieuwe shops. De shops waarin de eigenaar geen tatoeëerder is, maar een investeerder... waarin de artiesten uit het buitenland komen. Wat vinden jullie daarvan? Dat vind ik een lastig... Dat vind ik een heel lastig puntje. Aan de ene kant... De artiesten, je ziet vaak de communicatie. Hè? Wij krijgen best wel vaak klanten daarvan naar ons toe terug. Hè? Ja. Niks, als we het helemaal hebben over de tattoos, zijn waanzinnig mooi. Heel mooi.
Maar we krijgen gewoon heel vaak miscommunicatie. Wij hebben zelf ook veel buitenlandse artiesten gehad. Het was heel, heel vaak een probleem met miscommunicatie. En dan inderdaad het stukje, hè, de nieuwe shop. De maar wat is eigenaar. Miscommunicatie dan precies? Nou, dat je miscommunicatie hebt met de artiest. Je kunt niet communiceren. Ze spreken vaak geen Engels en zo. En wat je dus gewoon ziet is inderdaad dat er nou best wel veel shops zijn waarvan de eigenaar geen tatoeëerder is, maar puur een investeerder. Wat vinden jullie daarvan? Dat vind ik een beetje 50-50. Het ligt er maar net aan eigenlijk hoe gaat de eigenaar van die shop met zijn artiesten om. Als zijn artiesten in principe gewoon heel goed behandeld worden en die krijgen gewoon rechtvaardig betaald voor wat ze doen. Is dat gewoon een fair deal? In principe, ja, en als hij gewoon verstand heeft van tattoos, dan heb ik er weinig problemen mee eigenlijk. Als dat niet zo is, vind ik er weinig respect. Ja, als het uitmelken is van de artiesten, om even een vergelijking te trekken, dit is wat ik gewend ben, en er gaan een paar veren in jouw reet. Dus zeg maar hoe jij omgaat met artiesten en hoe het geregeld is in de shop en zeg maar de vrijheid. En je kijkt natuurlijk vanuit het oogpunt vanuit een artiest, dat ik zie niet op hoeveel manieren hoe dat beter kan. Stel dat jij nooit een tatoeëerder was geweest en de shop is exact zo geregeld. Ik praat eigenlijk na wat jij zegt en het was precies zo, maar jij had nooit getatoeëerd. Maakt me eigenlijk geen kut uit. Snap je? Als die maar artiesten... ik denk dat dan het verhaal is, waarom zou dan überhaupt bij ons zijn gekomen? Ik denk dat investeerders, dan moet je misschien wat economischer ernaar kijken. Ik denk dat op het moment dat een investeerder investeert in een shop, dan doet hij dat niet, mits hij weet dat daar artiesten komen die gewild zijn. Snap je? Dus, ja. Dus dan komen mensen of voor de artiesten, of sommige artiesten die hebben zo'n klantenbestand, weet ik veel, dat weer 15 jaar, die maken debiel mooi werk, zijn heel erg goed te zien op social media, whatever daar allemaal bij komt kijken. Die kiezen daar ook wel de artiesten op uit. Ik denk niet dat iemand die investeert in een shop gaat investeren in iemand die net begint. Want leerlingen. Hoe kan je daar? Want uiteindelijk draait het in dat geval wel om geld. Snap je? Je investeert omdat je er geld uit wil halen. Ja. Dat vind ik helemaal geen slecht ding. Maar ik denk dat daar bepaalde dingen bij komen kijken. Je kiest in ieder geval in het begin established. Artiesten. Zeg maar mensen die al namen hebben gemaakt om dat te doen, anders werkt het concept gewoon niet voor jou als investeerder. Dus ik denk dat daarin al mensen zijn gekozen die al een klantenbestand hebben, anders werkt gewoon het concept niet. Ja, maar ook dat is niet, denk ik, helemaal waar. Ja, weet ik niet. Ik denk dat je gewoon moet kijken naar de kwaliteit inderdaad van wat de artiesten leveren, dat zeker wel. Ik kan trouwens nu ook uit mijn reet praten, hè, want ik heb hier nooit helemaal diep over nagedacht. Je stelt de vraag, dus ik ben... Ja, ik weet vooral ik een aantal shops waar het nou natuurlijk gebeurt. Het kan op zich wel werken. Ik denk alleen, wat jij inderdaad zegt, ja, die communicatie en die klantbeleving en het stukje service wat je biedt, dat is natuurlijk een probleem. Je schopt natuurlijk sowieso keihard aan tegen dat hele old school apprenticeship principe. Die veeg je gewoon helemaal voor de kaart. Ja. Wat op zich prima is, het is gewoon een businessmodel. Ik bedoel, uiteindelijk... Ja, maar ik denk dat het ook uiteindelijk steeds meer... Kijk, uiteindelijk... Het blijft... Het stomme is, het is altijd een businessmodel geweest. Want je verkoopt tattoos. Ja, nee, maar wat dan? Olaf niet. Olaf geeft ze weg voor pakjes sigaretten. Dat is prima, weet je wel. Dat is oké. Ik denk dat en een baltickle. Maar dat is natuurlijk... ja. Niet vloeken, fucking onrealistisch. Want uiteindelijk is het gewoon een businessmodel. Jouw shop is ook een business. En iedere andere shop is een business. Ja, moet je dan kunstmatig je inkomsten laag houden om nog een soort van... Nee, maar dan hoor je er nog bij je vat. Kunnen we nog elkaar een box geven? Ja, dan kan je nog een stoer doen vanaf wat hebben we toch fucking zwaar, of niet? Ja. Flikker op, man. Oh, ja, maar ik denk wel dat het lastig is, denk ik, voor zo'n shop ook. Zeker voor de artiesten, hè. Dan bijvoorbeeld in Rusland of Oekraïne of wat dan ook. Ik denk dat het ook lastig is om ze dan binnen te houden. Want op een gegeven moment weten hun ook wel van... Ah, ik zit in Nederland, ik weet wat hun prijzen zijn. En op een gegeven moment leren ze ook shops kennen. En ik denk ook dat... Kijk, uiteindelijk een artiest... begint iets met passie. En ik denk dat als je tattoo-artiest wil worden... omdat je weet, hey, daar is veel geld in te verdienen... dan begin je eigenlijk op een verkeerde manier. Ja. Want ik weet... echt wel dat er ontzettend veel shops zijn die soms echt nog maar met moeite rond kunnen komen. Hoewel ik denk ik nooit was begonnen als ik had geweten dat je
er niet van rond zou kunnen komen. Nee, is toch wel. Nee, maar dat is juist waarom de artiesten nou denken, hè, de al artiesten, de schilders, de kunstenaars, whatever, dat die zeggen, ik maak misschien een overstap naar tatoeëren, ja. Want daar kan ik wel van leven, weet je, daar kan ik wel... Ja, daar is het niet. Ik maak een stuk kunst en ik hoop dat het wordt verkocht. Nee, nadat ik dood ga is het 500.000 waard. Maar ja, helaas. Ja. Ja. Maar ja, ja, is toch. En om het nou toch een beetje te hebben, weet je wel, over het stukje van vroeger en van nu. Hoe kijken jullie eigenlijk aan tegen het stukje, nou noem ik echt iets heel oldschools op, het bold will hold. VS het realisme. Zit absoluut een kern. Ik heb hier een mening over. Maar dan ga ik ook een beetje op sommige mensen een beetje kakken. Nee, ik... Nou ja, goed, je hebt er een mening over dat je dan mensen te kakken zet. Ja, goed. Nou, nee, het is gewoon jouw mening. Het is meer dat het is geen feit. Heb jij hier iets over te zeggen? Want ik kan hier nu echt beginnen. En dan, we gaan nog wel even duren, zeker. Ja. Wil jij eerst even iets zeggen? Ja, wat is dat? Wat bedoel je eigenlijk precies met de vraag? Nou ja, oké. Ik kan in verkort vertellen wat mijn ervaring is. Laat het duidelijk zijn. Ik ben echt enorm fan van oldschool traditional tattoos. Ik heb er zelf een paar. Ik vind de stijl fucking dik. Ik vind het super dik om te zetten. Maar. En ik vind Bold Will Hold heeft absoluut niet eens een kern van waarheid. Is waar. Is gewoon simpelweg waar. Mits je ze groot genoeg zet, want er zijn oldschoolers die zeggen bold to hold en die zetten een dolfijn zo groot. Ik bedoel, dat is net zo goed een stukje vlek als een ander soort tattoo. Het probleem wat ik heb is dat er heel erg veel oldschoolers vastzitten in een bepaald soort gedachtepatroon dat een tattoo per definitie lijnen moet hebben om later nog goed zichtbaar te zijn. Als jij je realisme goed zet, als er genoeg zwart is, genoeg huidskleur, dan blijft het contrast ook beter bestaan. Sterker nog, dat juist gezet realisme, naar mijn mening, later er meer als de bron of meer als het begin uitziet dan een oldschool tattoo. Want een oldschool tattoo heeft zulke lijnen. En na 10 jaar zijn die lijnen 2 keer zo dik. Maar als jij zo'n zwart vlak hebt in een tattoo, die loopt aan beide kanten misschien 2-3 mm uit. Dus relatief aan de rest van de tattoo verandert die minder. Ook contrastwerken. Precies, dus veel zwart, veel huidskleur. En dan ben ik toevallig wel fan van mini-realisme en allemaal. En we weten allemaal wat daar, zeg maar, wat daar de valkuilen van zijn. Maar zeggen dat realisme niet langer mooi blijft, dat is denk ik gewoon niet meer van toepassing. Snap je dat je maar is het ook lijkt. Interessant? Is het ook interessant om daadwerkelijk de... Zijn er, denk je, echt mensen... Als we nou zeggen, we kijken naar alle klanten die echt bezig zijn met hoe het tattoo er over 20 jaar uitzien. Of denk je, dat valt wel mee? Nou, misschien valt het inderdaad wel mee. Ik denk dat wij er misschien meer mee bezig zijn dan de klant. Want de klant wil gewoon een vette tattoo. Alleen, ik probeer inderdaad altijd mijn klant ervan te overtuigen om dat op een bepaalde manier te zetten of in een bepaalde stijl dat die over 20 jaar nog steeds vet is. En er zijn natuurlijk heel veel realismartiesten die daar scheid aan hebben. Die denken, ik dat weer voor de foto. Ja. En de foto moet vet zijn en anders heb ik geen klanten. Maar het feit dat je zegt, elke realisme tattoo moet lijnen hebben, anders blijft hij niet. Dat is zulke klinklare fucking onzin. Dan snap je het gewoon niet. Nou, ik denk ook wel dat een phrase, zeg maar, als bold will hold ook wel een klein stukje is ontstaan door angst. Hè? Want het hoewel is die natuurlijk volledig waar is, hè? Bold will hold. Dat, nou, absolutely. Ja, maar het apocalypse, je graaft mensen op met oldschool tattoos. Je kan echt door het puin en al de tering zo, je kan nog zien wat ze hebben. En ja, maar ik volledig zie achter. Veel, ja, maar ik zie nog steeds veel mensen, kijk, bold will hold, hè, als je zoiets zegt, dat is natuurlijk, de tekst is natuurlijk ontstaan doordat er andere stijlen zijn gekomen, zoals realisme. Daarom is iemand een keer gaan roepen bold will hold. Ja, ja. Het is natuurlijk ook wel een beetje uit angst van, hey, kut, weet je wel, ik zie mooie tattoos, maar jongens, die zijn niet mooi na 5 jaar. Ja. Ten eerste, hoe weet jij dat? Ja. Weet je wel? Je doet het niet, je kent niemand die je doet. Je kent het niet, weet je wel, hoe weet je dat? En waarom zeg je dat? Heeft dat een reden, weet je wel, omdat jij dan daar gaat staan, weet je wel, bij iemand van, hey, bold will hold, hè?
En dan iemand realisme ziet doen. En dan hem 30 jaar lang gaat opwachten. En dan in één keer hem uit het bosje springt. Zie je wel? Ik zei het toch? Ja. Weet je wel? Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. En ja, nou kan ik rustig doodgaan. Snap je? Want ja, met de onschuld dat er inmiddels als je 30 jaar wacht, ben je 130. Ja, mensen zijn gewoon denk ik niet bereid om verder te gaan in hun gedachtegang. Dus wil ik een heel klein verhaaltje vertellen. Zonder namen te noemen en precies het tijdstip en whatever. Ik stond op een conventie. Oh jee. Maar het zit hem niet dwars, hè? Nee, het zit niet dwars. Nee, conventies is gewoon voor de leuk. Nee, was volgens mij de eerste conventie. Was dat waar ik de eerste prijs had gewonnen of was dat die andere ook? Nee, nee, jij had helemaal niks hier gewonnen. Oh, ik was het dus niet. Omdat je er überhaupt niet was. Oh, is ook echt zo, oké. In ieder geval, de wedstrijd was Black and Grey. En er stond één stuk, en dit is ook allemaal meningsdingen. En er stond één stuk waarvan ik dacht, dit gaat winnen. Dit wordt super vet, Black and Grey. Ik weet niet of het realisme was op Black and Grey, maar super vet stuk. Iets zwart-wit. Won niet. De eerste plek was heel simpel, maar het werd dus gejureerd door voornamelijk oldschoolers, om ze even zo te noemen. Ja. Prima, daar komt ook een beetje smaak bij, er komt van alles bij en dat neem je mee in een conventie. Ja. Dat is gewoon, soms is het wat, hè, deze kant op, maakt allemaal gekut uit. Ik sta op een gegeven moment met de gasten te praten en zo van, nou, wat vonden jullie ervan, jureren? Ja, moeilijk dit en dat. En ik gooi het balletje niet eens op en hij had het over dat ene stuk waarvan ik persoonlijk vond dat het echt vet was. En dan zit ik daarna te kijken en dan zegt hij van, er waren twee zwarte vlakken of twee zwarte lijnen. En daar zat een witte lijn doorheen getrokken, ja? Dan kan ik je niet laten winnen, want dat wit zie je niet na 2 weken. Ik zei, ja, sorry hoor, maar we tatoeëren dus niet meer met witte as. Bij wijze van spreken om wit te maken. Het wit ten eerste is veranderd. Dus het wit blijft langer. Dus dan witter, hè? Dus, ja, dan witter dan. Wow. Het wit blijft en langer. Maar ten tweede, en dit is juist een principe wat heel veel oldschoolers aanhalen, juist met kleur. Ook al vergaat het wit, ook al zie je het niet, er zit inkt tussen de twee zwarte vlakken. Dus hij loopt niet naar elkaar toe. Ja, een soort barrière, muur. Exact. En juist om dat principe had je juist dat stuk moeten laten winnen, omdat deze persoon weet wat hiermee is. Nee, maar dat wit zie je niet na 2 weken, dus ik kan je niet laten winnen. Dus dan zit je zo vastgeroest in het feit dat wit niet lang blijft. Wat nee, dus al lang niet meer zo is. Ja. Nee, maar ik vind het gewoon irritant. En daar komt dat stukje. En dat heeft niks met bold behol te maken. Maar het is gewoon vastgeroest zijn in bepaalde gedachten. Ik snap het. En dan vind ik het te kut om... Ik denk dat het niet vastgeroest is. Ik denk dat het echt wel... Onwetendheid. Nee, ik denk toch wel een stukje angst. Angst en onzekerheid. Weet je, onzekerheid van houd ik mijn werk nog wel? Al die mensen, hè? Ik denk dat voornamelijk zo'n shops die ook oldschool maken, merken dat er weinig inloop, weinig interesse in is. Hè, er zijn een handjevol met waanzinnig goede oldschool artiesten in Nederland. Oh, hè? Er zijn zulke vette artiesten. Die zullen echt wel werk houden. Ja, zeker. Snap je? Maar degene die dan maar een beetje oldschool zetten of gewoon al 20 of 30 jaar aan het vak zitten en nog dat echt dat oldschool werkt, gewoon alles maken en vanuit een ding overtrekken of whatever. Ja, dat is gewoon, ik denk echt wel een stukje angst. Weet je, omdat zoiets, ze zien een mooie tattoo, weet je, en het enige wat ze kunnen zeggen om het af te kraken is, dat gaat weg. En alleen maar voor, ik denk ook een stukje zelfverheerlijking, om zichzelf misschien... in ieder geval tot rust, gerust te stellen van, ja. Ja, het kan. Ik denk ook nog steeds, volledig mee eens, ik denk ook echt, en andere situaties, ontmoetingen die ik heb gehad, is zo gewoon van, in mijn ervaring in elk geval echt vastzitten in het set regels dat jij hebt geleerd. Ooit hebben geleerd, we gebruiken geen wit in oldschool, want wit blijft niet. Of oldschool traditional, noem het allemaal even onder de overkoeping oldschool. We gebruiken het niet omdat het niet zichtbaar blijft. Ja, inderdaad, met de inkt van 25 jaar geleden bleef ook... rood en groen of rood en blauw blijven heel erg goed. Geel bleef ook niet. Weet ik veel, die lichtere tinten blijven ook niet. Nu zie je stukken waar licht roze in zit, waar je na 15 jaar nog steeds het licht roze in ziet. Mm. Ook inkten zijn veranderd. Alleen het is gewoon... Je gaat niet buiten jouw rock and roll bestaan... snap je? En weet ik veel, ik tatoeëer bij wijze van spreken nog zonder handschoenen.
En ik was mijn bakje fucking water in de gracht. Nu ga ik overdrijven, hè, maar het is gewoon het niet willen aannemen van. Omdat jij dus door die ontgroeningsfase bent geweest van 3 jaar. En dit is wat jou is ingepeperd. En dit is gewoon wat het is. En daarbuiten is alles kut. Snap je? Love you, traditional. Wat denk jij, Pim, als niet tatoeëren? Als het gaat om de spreuk, hè, bold will hold en compenseren en angst. En wat jij zegt, kijk, ik persoonlijk gebruik dan de spreuk, it's not about the size, it's about the motion in the ocean. Oh. Maar lekker uit. Nice. Ja, dat is dat stukje. Ik weet gewoon, hè. Ja, maar dat rolt bij jou gewoon lekker van de tong, want die heb je vaker moeten gebruiken. Ik weet gewoon dat er iets is wat ik nooit ga bereiken. Dus verzin ik daar zo'n slogan voor om inderdaad maar daaraan vast te, weet je wel, om dat minder belangrijk te maken. Maar ja. Ik denk dat het gewoon een punt is van wat jij zegt. Ik kan het niet. Dat ligt buiten mijn bereik, dat ligt buiten mijn macht. Dus ga ik maar heel erg vasthouden aan wat ik heb. Ja, dus een stukje angst. Angst. Ik denk heel veel angst om te groeien. Ik denk dat veel artiesten dat nog steeds hebben, ook een stukje angst om te groeien. Angst dat iemand, frustrerend. Ik zie iemand die dat maakt en dat kan niet, dat Photoshop, dat is dit, dat is dat. En weet je wel, er wordt van alles gegooid. En ik denk dat dat allemaal echt al een stukje angst is. Hele theorie, de angst, het hele stukje angst denk ik ook al gegroeid door social media, weet je wel. En ik denk dat we over social media echt een andere keer over moeten praten. We kunnen natuurlijk super lang over doorgaan. Ja. Maar ik denk naar mijn mening komt echt veel van dat soort dingen, wat ik begrijp, uit angst. Hoe denk jij daarover nu, als je nou begrijpt waar we het over hebben? Want ik zie jou ook traditioneel zetten. En... Ja, ik moet je vindt het ook vet, je vindt het een mooie stijl, je vindt het helemaal... Ja, oldschool, ik vind het fantastisch. Ja, ik heb er maar genoeg op mijn lichaam staan eigenlijk. Ik heb meer oldschool dan realisme op mijn lichaam staan in principe. Niet meer voor lang. Ja, misschien. Ja, in principe is het gewoon al mooi verwoord eigenlijk. Denk jij dat echt mensen daar daadwerkelijk mee bezig zijn? Van hoe ziet mijn tattoo er over 20 jaar uit? Of is dat echt daadwerkelijk iets waar we ons heel erg druk om moeten maken? Van hoe gaat de tattoo er over 20, 30 jaar uitzien? Is het dan niet zo dat alle tattoos gewoon uiteindelijk een stuk minder mooi zijn? Of, zijn ze allemaal, maar ik vind het wel onze taak. Nee, 100%, nou, daar ben ik mee eens. Het ding daarmee is, mensen blijven heel erg in het verleden. Oké, ik kom zo terug, moet fucking nodig pissen. Is goed. Ja. Moet ook gebeuren. Het ding er een beetje mee is, mensen blijven heel erg in het verleden hangen. Dat merk je ook gewoon met kleurtattoos. Ja. Ja. Mensen zijn niet... Kijk naar handen. Ik moet heel eerlijk zeggen, hoeveel mensen komen er nou echt nog daadwerkelijk voor kleur binnen? En waarom? Mensen zien de oude tattoos van vroeger, hè, dat die een aderlaadje heeft, waar het zwart eigenlijk al niet meer zwart is. Er zit 0,0 kleur in. Het is eigenlijk gewoon één vage plek geworden. Persoonlijk zelf over die tattoos, ik vind ze fantastisch. Ja. Mensen die komen om ze op te knappen, zeg ik gewoon altijd hetzelfde tegen. Hou ze, het is en blijft altijd nog een stuk geschiedenis. Ja. Het zou hetzelfde zijn als je nog over de Mona Lisa zou schilderen. Ja, precies. Ja, dus, precies. Maar mensen zien dat wel. En die denken, ik heb geen zin om over 30, 40 jaar ook zo'n tattoo te hebben. En dat maakt eigenlijk vrij weinig uit wat voor stijl het is. Mensen zijn gewoon bang dat het daarop gaat eindigen. Ja. En dat gebeurt in principe niet meer. Waarom? Ja, wat we eigenlijk al een paar keer hebben gezegd. Alles is beter. Ja. Zelfs oldschool is beter geworden. Ja, zeker. Alles. Ja. De kleurink, de naalden zijn beter, de machines zijn beter, de technieken zijn beter, de artiesten zijn beter. We hebben ook meer kennis natuurlijk over hoe we dingen erin moeten brengen, hoe we inkt in de huid moeten brengen. Wat werkt daar, wat Boris net had over barrières creëren. En... Theorieën zijn beter, alles is gewoon verbeterd over de jaren. Ja. Dus ik denk dat... ik denk dat mensen er nog wel bang voor zijn. Ook een... Ben jij nou? Nee, verstoor de podcast maar niet. Nee, mijn handen wel gewassen. Ja, dankjewel man. Echte respect. Respect, pap. Wat was ik?
Ja, dat was vanaf het begin. Ik heb eigenlijk alles beter was. Pixels waren beter, inkt was beter, naalden waren beter. Zelfs het licht is beter. Ja, de foto's zijn beter. Alles is gewoon veel beter. Photoshop is beter. Tekenen is beter, gaat makkelijker. Stencils maken is zelfs beter. We hebben nu Remini ook. Ja. We hebben alles, noem het maar op. AI. In principe hoeven we geen flikken meer te doen. Nee. Tatoeëren. Alleen om het tatoeëren, ja. Ja, dus wat ik van Bolt wil hold, ja, mensen zijn gewoon, mensen, klanten blijven ook hangen in het oude ding, in het oude. Ja. De, bang zijn dat de kleur niet goed is. Kijk, ik vind sowieso Nederland ook wel, Nederland is niet echt een land waarin veel kleur wordt gezet. Nee, maar en ik denk dat ook alweer daarom. Is. Ja, denk je daarom? Ik denk daarom, ja. Mensen zijn nog steeds bang voor, ja, maar kleur vervaagt, want dat is het enige wat je altijd hoort van mensen. Oh, sorry. Maar kleur vervaagt toch snel. Ja. Gaat toch weg? Dat is niet meer. Maar dan komen dat ze die oude tattoos van vroeger zagen. Ja. Ja, en dan zijn ze daar nog bang voor. Dus ik denk dat mensen wel... Toch nog wel een klein beetje bezig zijn met hoe hun tattoos er over 10, 20 jaar uitzien. Ja. Zouden ze dat moeten doen, vind ik. In principe wel, ja. Eigenlijk wel. Ja. Goed verzorgen, goed insmeren. Uit de zon blijven. Want dan ben jij zo goed. Ja, maar dat is allemaal weer kennis, weet je wel. Waar we nou veel meer verstand van hebben, weet je wel. Van hoe, met wat je zegt, uit de zon blijven, dit en dat. Ik geloof niet dat vroeger de hele tijd daarover... We zetten een tattoo en hop, de shop uit. En volgende. Van jezelf, vaseline. Ja, joh, mijn eerste tattoo was echt nu bijna 20 jaar geleden. Altijd in de zon gestaan. Ben je zo oud dan? Shit, zie je geen kut meer van. Is helemaal weg. Ja. Dat ding op mijn rug, heb ik het gezien. Altijd in de zon, moest ook met uienzalf verzorgen. Uienzalf, ja. Heb ik ook en waarschijnlijk 20 jaar oude kleuren. Snap je, je ziet nog dat er wat blauw in zit. En er zit volgens mij hier, omdat het geen zon wordt vangt. Sterren, ja. Moet je kijken, ja joh, maar dit was die tijd. Die heb ik ook echt veel getatoeëerd. Ja. Ik heb die sterren zoveel getatoeëerd. En altijd stress dat ik het verkeerde vlakje in zou kleuren. Ja. Overdwars. Ja. Ik kom nog bijna uit de tijd dat mensen zelf naalden moesten solderen. Nee, maar dat is echt... Dat was echt een ding. Zeg maar, volgens mij, dit is... Nee, mijn allereerste... Ja, was die toen was ik 15. Dat was met een heel andere tint grijs en een hele andere manier gezet. Mijn eerste was Tycho Veldhoen, volgens mij. Ja, bijna 20 jaar geleden. Dat op Palace Amsterdam. Maar als je dat vergelijkt met nu, hoe schaduwen genezen, de tinten zijn al heel anders. En dat is gewoon een heel ander soort inkt. Dus aan de andere kant weten we ook met kleur onderaan de streep niet hoe de tattoos die vandaag gezet zijn, hoe die er over 30 jaar uitzien. Nee, maar dan weten we maar niks. Maar we weten nu al wel hoe ze nu, of 5 jaar geleden gezet zijn, hoe ze er nu uitzien ten opzichte van hoe het ooit was. En 5 jaar daarna, dat is zo'n wereld van verschil. Dus je kan in principe die lijn wel doortrekken en weten dat het echt gewoon beter is. Ja. We weten in ieder geval wel dat een tribal punt niet meer zo strak is. Nou, nee. 20 jaar later. Een tribal banaan. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon zo. En als laatste onderwerp voor dit gesprek. De groei van de shops en de trends. Wat zie je tegenwoordig veel? Wat vinden jullie van de trend? Wat is nou bijvoorbeeld echt een trend? En waar zie je nou echt heel veel shops mee komen? Fineline tattoos. Sorry. Fineline, ik denk. Fineline tattoos. Is fineline een trend, ja? Ja, heel erg. Mini-realisme, fineline. Nou, fineline inderdaad, maar de specifieke soort bloemen. Ja. Ik wil natuurlijk geen mensen tegen de schenen schoppen. Maar... Oh nee, ik vind het een hele mooie stijl, maar het is wel een trend. Het is eigenlijk een trend. Het is maar... de tribal van toen. Van nu, zeg maar. Je denkt dat mensen over 15, 20 jaar erop terugkijken. Denk je, shit, ik heb bloemen, maar iedereen heeft bloemen. Of zo. Ja, zijn. Ja, weet ik niet. Als ik jou... Denk het. Misschien is dat de blackout. Ik zie eerder de blackout als de tribal. Ik ben fan van blackouts, hè. Ik wil er zelf heen. Maar er is een heel groot risico dat ik loop om over 15 jaar te zeggen van... Oké, dat was wel een beetje die tijd, hè. Hele armzwart. Stel dat het is uitgelopen. Ja. Ja, maar ik denk dat Fineline voor heel veel mensen de deur heeft opengezet... die eigenlijk geen tattoo wilden, maar er nu toch in gaan nemen. Ja. En dus lijkt dat een hele grote trend te zijn. Maar ook daar zit een stukje... Wat vind jij... Als ik nou het heb over, hè, we hebben het nou over even trends. Hè. Ik vroeg nog een stuk van de groei van de shop. Je ziet echt ontzettend veel shops snel erbij komen. Zie je dat dan ook, dat er dan ook echt heel veel fineline bij komt? En
Olaf, hoe kijk jij tegen Fineline als je dat dan vergelijkt met Bolt World? Want wij zetten in de shop veel. We hebben veel vrouwelijke collega's die Fineline zetten. Er is ontzettend veel. Ja, bij ons is het gewoon gekke huis eigenlijk, hè? Ja, heel veel vraag naar. Wat is jouw mening daarover? Of dat Fineline blijft zitten? Als je het vergelijkt met het stukje extreem Bold World vs realisme en dan een stukje Fineline, hoe zie jij dat stukje voor je? Ja, ik denk dat dat... Wat vind jij dan eigenlijk van Fineline? Waar mensen vaak bang voor zijn met Fineline, of wat ik vaak terug hoor komen, is het blijft niet zitten, want Bold World. Hmm. Dat is een beetje het dingetje. Ik denk dat het bullshit is. Het zit nou eenmaal onder de huid. Het blijft gewoon zitten. Ja. Ik denk dat het weinig problemen mee heeft later, over 5 of 10 jaar. Het zal misschien wel onder de huid uitgelopen zijn. Ja. Dat wel, maar ik denk dat je De lijn wordt sowieso dikker. Houdt. Maar dat is een klein toevoegingsdingetje. Bold World Hold is echt vol erin geblaft. En dat zwart en die lijn die wordt breder. En heel erg vaak met Fineline, heel erg veel van die lijnen zijn erin gezet als een schaduw. Ja. Die zijn niet zo gepakt, om het zo te zeggen. Soms zijn het niet vol zwarte lijnen. En ik denk eigenlijk voor het ouder worden van een Fineline tattoo, wil je niet dat die lijn gaat uitlopen. Dan wil je eigenlijk liever dat die eerder richting vervagen gaat dan dat de lijn gaat uitlopen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat dus is wat principe, je wil, want anders... Ja, en net niet de goede huidlaag in principe. Het zit er niet Maar het werkt gerand. Voor die specifieke stijl. En in hoeverre loopt een lijn die zo dun is nog veel meer uit? Gaat het opvallen over 20 jaar? Of denk je gewoon dat je velletje een beetje ouder is? Hè? Je bent wat ouder geworden. Ik denk dat wat blijft. Denk je dat ook hierin klanten mee bezig zijn? Denk je dat we zien veel meiden, denk je nou echt, zullen ze daarover nagedacht hebben? Dat ze denken, ja, misschien is het een Fineline tattoo, ik denk dat die over 20 jaar niet meer zichtbaar zijn, of minder, of... Denk je dat mensen daar bewust van zijn? Ik denk dat daar onder artiesten onderling, dat daar nog wel veel over gesproken wordt. Mm-hmm. Maar ik denk dat niet naar het publiek uit is gekomen eigenlijk. Ik denk de mensen die de stijl niet nemen het misschien wel weten. Mm-hmm. Omdat het verteld wordt door mensen die Bold World Hold. En die mensen nemen die tattoos. Ja. En die vragen een keer naar Fineline. En die krijgen dan van die mensen specifiek te horen. Over een jaar is het weg. Ja. Wat natuurlijk klinklare onzin is. Ja, het is gewoon bullshit. Het blijft maar goed, ik denk dat we er allemaal mee eens zijn. Weet je, als we kijken naar alle stijlen, dat alle tattoos gewoon wat vervagen. En dat het tuurlijk, voornamelijk nummer 1 is, tuurlijk. Hoe is het gezet? Ja. Weet je wel, voor realisme hoog contrast. Weet je wel, en ik denk voor old school moeten het gewoon goede strakke lijnen zijn. Met de tijd van nu, de naalden zijn anders, de inkten zijn anders. Dat gewoon inderdaad ook dan weer er anders uit gaat zien. De tribals van nu. Blackwork en dat soort dingen, dat ook weer heel anders gaat uitzien in de toekomst. Dat we het eigenlijk met z'n allen nog niet echt kunnen weten. Dat het voornamelijk veel speculatie is onder elkaar van wat houdt wel en wat houdt niet. Ik denk dat het ook echt iets is wat allemaal gemoeid gaat met angst. Dat veel artiesten die, nogmaals, wat ik denk ook niet allemaal bijvoorbeeld echt ondernemend zijn, maar gewoon als eerste instantie gewoon artiest zijn, ook een beetje bang zijn om werk kwijt te raken, klanten kwijt te raken. En als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mijn cursus, dat ze zeggen, je maakt de wereld kapot. En ik denk dat het allemaal dingen zijn wat uit angst komt. En mijn mening daarin is over alle stijlen en over alle dingen, ik denk dat het alleen maar gaat groeien. De artiesten worden beter. En uiteindelijk is het natuurlijk ook wel de kaf van koren scheiden. Dat is met alle vakken zo. Dit is ook gewoon met kapperszaken, maar dit is met bakkers of weet ik veel. Met alle vakken blijft het gewoon natuurlijk gewoon een feit. Dat degene die gewoon het beste zijn in een vak altijd wel... die zullen wel gewoon klanten houden.
ik denk dat dat gewoon altijd het stukje blijft. En soms heb je mindere tijden, soms heb je weer drukke tijden. En ik denk dat het allemaal in rages gaat. Mm. En ja, ik ben benieuwd, wat zal de volgende rage zijn? Kun je dat al... Dat is echt onmogelijk te voorspellen. Wat denk je? Ja, maar zeg het nu en heb maar eens gelijk over 5 jaar. Zie je al een verandering? Punt. Ja, weet je? Ja. Ja, maar goed, ik heb bijvoorbeeld in mijn tijd, ik heb ontiegelijk veel rozenkransen getatoeëerd, maar echt veel. Ja. En biddende handen en engelen en ik heb echt al jaren geen engel meer getatoeëerd volgens mij. Wat als over 10 jaar nog steeds de trend leeuwen zijn? Leeuwen. Ja, ik moet wel zeggen dat de leeuwen in 12 jaar geleden, 10 jaar geleden, toen echt al wel waren. Ja. En de kompassen en de klokken en zo. En dat die nog steeds, dat er nog steeds zijn. Ik ben heel blij, ik denk dat ik nou voor heel veel tatoeëerders spreek, met AI. Dat we een mooie leeuw bij spreken kunnen genereren. Op een gegeven moment heb je alle leeuwen wel een beetje uit. Ja, dat zijn gewoon ontzettend. Kijk, het is natuurlijk ook een ding, ook als artiest, je wil niet elke keer hetzelfde stukje zetten. Maar ik denk ook een stukje vanuit voor de klant. Tuurlijk. Je wil ook niet je klant van, hey luister, ja, ik weet dat je dat echt vet vindt, maar ja, ik heb deze al 10 keer gezet, weet je wel. Wat gaan we ermee doen? Ja goed, als de klant zegt, ja dat is voor mij prima, ik wil hem gewoon. Ja, kijk, ik ben altijd van mening geweest. Ik ben altijd van mening geweest dat. Dan zet ik die leeuw ook. Maar dan zet ik hem ook echt. Dan ga ik hem proberen om nog mooier te zetten dan. Waar het voorbeeld waar hij mee kwam. En dat lukt dan niet en dan voel je kut. Ja. Maar ja, dat is wel een stukje streven, denk ik ook wel geweest. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind. Trendgevoeligheid, zeker in realisme, vind ik heel vaak afhankelijk van series. Series. Mm. We hebben de tijd gehad natuurlijk van de... Peaky Blinders. Peaky Blinders inderdaad. Dat in één keer iedereen dat wel. Mafia dingen. Breaking Bad. Maar wat ik afgelopen 4-5 jaar ontzettend veel zag was Vikings. Gewoon alleen maar vikingen getatoeëerd. Vikingen natuurlijk. Voor mij persoonlijk, ik hoop heel erg dat er een keer een tijd komt dat ridders helemaal weer in zijn. Ik heb nog nooit een fucking ridder getatoeëerd. Wat echt raar is. Weet je wel? Want als je dan kijkt met ridders en draken en allemaal die shit met harnassen. Dat lijkt me fucking vet om te tatoeëren. En de trend van nu is natuurlijk gewoon is de fine line. Ja, ik heb ergens het gevoel dat er toch wel een stukje trend gaat komen naar tattoos die sneller gaan verdwijnen. Ik denk dat er een rage gaat komen van de niet meer permanente tattoos. Nou, daar krijgen wij heel vaak telefoon voor naar de shop. Hè? Doen jullie al tijdelijke tattoos van 1 of 2 jaar? Ja, kijk, daar gaat het al. Dan zou mijn antwoord misschien juist een heel erg vastgeroeste antwoord zijn. Maar wil je dan überhaupt een tattoo? Ja, nee, maar mensen willen niet maar 1 ding kiezen. Hè? Dat is het ding. Ja, maar je hebt zoveel ruimte op je lijf. Ja, maar is het bestaand ding dan? Ja, nou, wij krijgen dus... Hoe doe je dat? Ik heb 3 of 4 keer... Van inkt of zo. Ja, 3 of 4 keer een telefoontje gehad. Kennen jullie al, of doen jullie al tijdelijk tatoeëren? Dus ik zeg, je wil een sticker of je wil een... Wat wil je? Wat wil je? Iets uit de chip, zo'n opplakding. Nee, ja, tijdelijke tattoos, die blijven 1 of 2 jaar en dan zijn ze weg. Ik denk dat ik al weet waar dit vandaan komt. Permanente make-up, dat moet elke keer bijgewerkt worden. Ja. En ik denk dat mensen... Ik ben geen expert in permanente make-up. Ik heb er eigenlijk ook 0,0 verstand van. Ik weet een klein beetje hoe het gaat. Met dat gezicht van je. Ah. Oh. Nee, groepsknuffel. Maar omdat dat moet vaak bijgewerkt worden. Wat ik van mensen hoor. Ja. Heel misschien ligt dat ook aan de manier van het zetten. Het ligt misschien aan de inkt. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat mensen het gaan vergelijken met... Oh, permanente make-up is een tattoo. Ja. En dat verdwijnt na zoveel jaar. Dan moet je daar ook wel een tattoo van kunnen zetten, toch? Maar wat mensen ja, niet meenemen... Ja, maar dan willen ze dat dus wel. Dat is wat prima, maar wat mensen denk ik heel erg over het hoofd zien... En in dat geval, dan willen ze 2 jaar een tattoo en dan niet. Het werkt niet zo dat je 2 jaar een tattoo hebt en dan is een tattoo weg. Nee, niet. Je begint met een oké tattoo. En tegen de tijd dat die weg is, is het zeg maar... Hier is het 2 jaar, hier is het hoogste van de tattoo en hier is hij al kut. Ja, dan heb je nog 1,5 jaar te gaan voordat hij echt helemaal weg is. Dus
Snap je, het is niet nee, en dan is die in één keer weg. Dus dat nemen mensen denk ik niet mee. Dit is een gok. Want ik denk dat het ook voornamelijk is. Ik denk dat het ook niet, ik denk dat het ook niet iets is wat je realistisch gaat doen, toch? Ik denk ook niet eerst van, oh, dit een tijdelijke tattoo, iets oldschools is of iets van realisme. Ik denk dat het eerder iets is inderdaad van een fine line. Of een reminder voor mensen, weet je wel, van... Dat ze een hartje tatoeëren omdat ze aan hun gezondheid moeten denken. Ik noem maar even iets op. Weet je, dat het dan langzaam vervaagt, want daarna mogen ze weer... Het is wel gewoon weer een businessmodel, hè? Nou, kijk, in principe... kijk, als dat, nee, maar als dat de trend is, dan... Ja, we kunnen er wel tegenaan schoppen, maar dan moeten we. Weet je, kijk, dat blijft natuurlijk wel een stukje van, ja, fuck. Maar ja, we moeten wel. En ik denk nooit dat het zo... Kijk... Het echte tatoeëren is hetzelfde als van, ja, hey Joey, als ik op een verjaardag sta. Hey Joey, met tatoeëren. Ik heb een machine gezien. Ben je bang dat hij jouw werk overneemt? En ja, kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon hoeren, weet je wel. Er zijn robothoeren, snap je? En dat is toch, het is toch niet hetzelfde als het echte werk, snap je? Het blijft niet hetzelfde als het echte werk. En zover zijn we gelukkig nog niet, maar... Ik vraag me af of dat überhaupt ooit zou kunnen. Ik bedoel, we zijn nu te dom om te bedenken dat dat kan. Maar het gevoel, ik denk dat het handwerk van de huid blijft. Alle verschillende types huid en hoe dat geneest. En de vering hier ten opzichte van 2 centimeter daaronder. En hoe dat reageert. Ik vraag me echt. Ja goed, computers kunnen super sensitief zijn. Ik denk dat dat wel lukt. Alleen het blijft wel handwerk. Ik denk dat voornamelijk... als je kijkt naar klanten, is het 50% tattoo, denk ik, en 50% ervaring. Want als je kijkt al, hè, iemand laat een tattoo zetten en die komt de shop binnen van, hey, heb je een mooie tattoo? En die is al ergens anders geweest. Bij wie heb je laten zetten? Ja, was een mooie tattoo, maar echt een kutartiest. Ja. Want dat hangt wel aan die tattoo vast. Dus ik denk wel dat altijd nog steeds wel, ik denk dat dat is wel echt handwerk blijft. Ja, maar ik denk wel dat een computer het zou kunnen. Als je kijkt naar 3D-printers, die werken ook in laagjes, hè? Ja, en is ook, maar dan heb je een materiaal wat eronder zit, wat heel erg, zeg maar, heel een bepaalde set van eigenschappen heeft. Mm-hmm. En dan kan je heel makkelijk op inspelen. Elke huid is, op 1 persoon is het per centimeter kan het verschillen. Onvoorspelbaar. Er zitten zoveel parameters aan. Ja, en ik denk sowieso... Denk even 20 jaar terug. Hoe we stonden met tatoeëren. Ja, nee, maar... Denk even na hoe we misschien over 20 jaar verder zijn. Ja, zeker. Als wij niet oppassen, dan worden wij straks de papies die zeggen... Bold we hold. Oh. Ja. Nou, maar ik denk... Er is een robot, er is iets nieuws, er is iets raars. Zijn wij niet gewend? Nee. Blijf niet zitten. Dat is een robot. Je doet dat met een laser. Maar we waren wel vooruit dat je dan gewoon eindelijk een keer mooie tattoos moet gaan zetten. Up your game, hè. Ja, tegen een robot. Je doet je best, man. En je hoeft ook niet bang te zijn, want zodra dat ding is, dan ben ik de eerste die het is. Dat is al zo'n machine die je erom hebt, weet je wel. De koning. Nee, maar ik denk wel dat zoiets, weet je wel, zeker met de sensitiviteit, weet je wel, van zeker van zo'n computer, dat die dingen die op micro haartjes, weet ik veel wat, kunnen werken. Maar ik denk dat het echt nog steeds wel voor mensen een ervaring moet zijn. Of is. Ja. Er zal vast een markt zijn voor mensen die gewoon een plaatje willen. En die dat koste wat kost, dan zouden doen een robot of mens of niet. Maar inderdaad het hele dingetje van naar een shop gaan en wel of niet lullen met je artiest. Of hè, ja. Wat denk jij, Tim? Wat denk jij? Worden we over binnen 20 jaar zitten er robots in het vak? Nee. Wordt er iets geautomatiseerd? Nee. Ik denk, want dat is tenminste wat ik in onze shop veel terug hoor. Mensen die de sfeer fijn vinden, mensen die de gezelligheid fijn vinden, die het stukje beleving fijn vinden. Dat ga je. Mensen van andere shops met buitenlandse artiesten die klagen over de communicatie. Het blijft een dag, een ding, een ervaring waar je gewoon van moet genieten. En dan is gewoon gas erop. Wat denk jij? Binnen 20 jaar? Is er iets van ons werk overgenomen door een machine? Ja, een shopmanager misschien. Binnen... Ik hoop het. Moet die wel goedkoop zijn. Binnen 20 jaar? Ja? Misschien niet het tatoeëren zelf, maar de body modification. Ik denk dat dat misschien wel... ik denk dat daar wel een iets van een robot in komt. Oh, dat je gewoon iemand onder een laser legt en die dan in een scarification een heel ding... Ja, en dat kan misschien ook...
ja, het hoeft niet per se een tattoo-machine te zijn die dan aan een robot vastzit. Nee, het kan ook, het kan iets heel anders zijn, weet je wel. Het, nog één vraag, denk je dat over 20 jaar mensen nog pijn gaan voelen met tatoeëren? Oeh. Ja, dat we in één keer rubberen naalden en zo. Ja, nee, maar gewoon überhaupt dat mensen dat het nog een ding moet zijn om pijn te hebben. Maar je moet toch de pijn voelen? Ja, het wordt wel steeds meer een ding. Ik bedoel, we hebben het over... Ga je deze nog aansnijden nu? Dit vind ik wel een leuke. Binnen 20 jaar. Ja. Nee, binnen 20 jaar. Als je kijkt in 10 jaar tijd wat het is gegroeid met coilmachines naar rotaries, naar machines die inclusief naar draadloos. Ja. We hadden coilmachines met een grip eraan van 305 tot 400 gram. En we werken nu draadloos. In 10 jaar tijd. Ja, mee eens. Wat gebeurt er over nog een keer 10 jaar? Is het dan nog zo? VR-brilletje, pennetje erbij. Een van mijn grootste ergernissen bij een klant is als een klant pijn heeft. En de ergernis bedoel ik daarmee, ik vind het vervelend om iemand te tatoeëren die pijn heeft. Dat vind ik vervelend. Ik vind dat vervelend voor de klant. Ik ben zelf natuurlijk ontzettend veel getatoeëerd, ik weet hoe het voelt. En dan kunnen we zeggen, pushy en dit en dat. Maar uiteindelijk, mijn werk is om zo mooi mogelijk een tattoo te maken bij de klant. Een stukje kunst, weet je. Dus de pijn heeft geen meerwaarde aan het project. Nee. Wat denk je dat daarin gaat gebeuren? Nee eens. Nu ben ik de eerste die toegeeft dat ik hier juist een soort van traditionele kijk op heb. Ja. Want het heeft geen meerwaarde. Volledig mee eens. Behalve dat... En echt, dit is vet hypocriet om dit zo te bedenken. Maar ik vind het wel dat dat een stukje ook van de belevenis is. En misschien het laagdrempelig maken van een tattoo is goed. Maar dan heb je toch meer het gevoel dat je hem verdiend hebt. En dit is misschien een hele dichtgetikte gedachte. Mm-hmm. En misschien is dit op hetzelfde level als de ontgroening bij een oldschool shop. Weet je wel, dat ik de pijn heb ervaren... Dat ik echt denk, zeg maar, dat andere mensen dat ook moeten doen. Dan geef ik toe dat dat misschien daarin zit. Alleen ik vind dat toch een stukje van de ervaring. Maar jij zegt, ik vind dat een stukje van de ervaring. Wat denk je wat er gaat gebeuren binnen 10 jaar? Denk je dat het er is? Ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen van je doet ergens, bij wijze van spreken, als een epinefrine dingen, dan voel je dat ze heel plaatselijk iets kunnen verdoven, dat het ook niet voor ons kut is met die crème. En hoeveel procent denk je dat het over 10 jaar gaat doen? Stel het is heel makkelijk, stel het is een piece of cake, mensen moeten een pilletje inslikken en ze voelen niks meer, de hele sessie. Ik denk dat een heel erg, dat dan... Die hebben natuurlijk al die pillen, maar... Wat het ook weghaalt, die drempel... Dat is een extra drempel waardoor mensen toch iets meer moeten nadenken over wat ze zetten. Want het blijft wel een permanent iets. Als Jan en Alleman het zeg maar zou kunnen doen. En ik vind dat uiteindelijk moet kunnen. Uiteindelijk gaat het een keer komen. En dan ben ik die guy die zegt van ik moet pijn doen. Dat geef ik helemaal toe. Alleen juist die ene drempel denk ik. Is dat mensen er dus over na moeten gaan denken wat ze zetten. Want dan komt weet ik veel iemand... als het zo laagdrempelig wordt, dan komt iemand, doe maar een tattoo, knal hem er maar op. De ervaring is eraf, de whatever, je hebt het helemaal niet meegemaakt en dan kan je in principe alles kiezen wat je wil. En dan denk ik dat de keuze op wat je zet misschien niet juist is en dat mensen er dan snel spijt. Maar ik denk dat die keuze op dit moment ook niks met de pijn te maken heeft. Nou, dus, daar heb je dat denk ik. Ik heb echt wel klanten die zeggen van, bijvoorbeeld dat ze dan een hele sleeve hebben en... doe maar misschien anders toch maar iets minder gedetailleerd op mijn binnenkant van mijn bovenarm. Die fiets. Weet je wel, dat is vanwege de pijn. Of de kosten. Nee, vanwege de pijn. In jouw geval de kosten, denk ik. Alsof ik nog moet werken. Ja, dan wat verdien je op de kop? Al jouw klanten moeten Rolexen betalen. Dus ja, weet je. Bij mij ik denk... sigaretten. Dat is ook alleen maar voor de elite deze dagen. Ja, je staat een plankje. Ik weet niet wat ik kan zeggen. Wat kost dat is duurder. Het? Dat is duurder dan mijn daktarief. Ik denk dat er heel veel mensen over gaan vallen als het gebeurt. Maar dat uiteindelijk toch heel veel van die mensen met zo'n waffel daar ook zelf gebruik van gaan maken. Ja. Je ziet het bij dat backpiece bij mijn vriendin die jij ooit nog een keer moet gaan afmaken. Ja, die zit onder, hè? Die heeft pijn gehad, die heeft gehuild.
Maar, weet je, maar als die hem kan skippen, skip ze hem gelijk. Weet je wat eigenlijk best wel leuk is als ik dan nu hierover nadenk en dan terugkijk? Weet je hoeveel bagger er is geweest over het stukje rotary machines? Daarom. Dat was één en al gezeik. Als je rotary machines gebruikte, dan was je een piep. En dat ging... Of het gebruik van de iPad. En de iPad was AI, niet echt tekenen, weet je wel. Nou, AI zit nou op het moment van, oh, AI is geen echte kunst meer, dit en dat. Kijk, alles wat nieuw is, heeft altijd een beetje frictie. Ja. Ik denk binnen 10 jaar dat mensen... 10 jaar, hè? Dat is lang. Ik denk dat mensen niet meer getatoeëerd worden met pijn. Ik denk dat je daarin naar een oldschool shop gaat. Ik denk dat je voor pijn ga je naar een oldschool shop. En een oldschool shop, ik denk dat wij dan onder een oldschool shop vallen. Want dan zijn we alweer 10 jaar verder. Weet je, dan ga je naar een shop die al langer bestaat. Waar ze nog wel eens, hè, wij tatoeëren nog met het gevoel. Ik denk dat dit een ding wordt. Want we moeten toch ergens denk ik op het nieuwe platform gaan. Ja, dat je dan in zo'n situatie Instagram komt. Zal er niet meer zijn. Of in ieder geval althans een andere versie. Ik hoop iets met organisch bereik, maar ja, het zal altijd in de favor zijn van het platform. En ja, goed. Ja, dat over 10 jaar die artiesten zijn net als sommige meubelmakers. Ja, we maken stoelen met de hand. Weet je wel, dat dan weer een ding is. Ja, de ambacht. De artisanal, de ja precies. De ambacht. De ambachtsman. Ja. Ja. Terwijl wij nu nog een ambacht zijn, wil ik het eigenlijk zien. En dat denk ik ook. Als, helemaal als laatste nog, dan heb ik veel laatste dingen gehad. Ik ben de laatste jaar ontzettend veel bezig geweest met de tattoocursus. Tattoocursus.nl. Hoe denken jullie daarover? Over wat gaat er gebeuren binnen 10 jaar? Zijn er tattooscholen? Worden er lessen op school gegeven over het tatoeëren? Als je kijkt naar de groei nu. Van tattooartiesten, maar ook naar de groei van de aanvraag of de vraag naar tattoos. Kijk, als je puur opleidingstechnisch gaat kijken en zo, we hebben een opleiding om kapper te worden, we hebben een opleiding om bakker te worden, we hebben, weet je, nagelstylisten, permanent make-up. Het hele onderwijs maakt een verschuiving mee naar van een stukje kennis, hè. Kennis-economie worden allemaal managers naar een stukje talentontwikkeling, handwerk, weet je wel, wat is belangrijk, daar zit een verschuiving in. Ik denk als tatoeëren blijft groeien, ik bedoel, hoeveel shops hebben we tegenwoordig in Nederland? Een stuk of 3000? Nou, ja, dat houdt echt niet op. Nee. Ja, dan komt er ook vraag naar. En als er vraag naar is, dan gaat school dat ook aanbieden. Zo simpel is het. Ja. Die brug gaat er komen. En of dat dan een keuzevak is, of op een Sint-Lucas of een creatieve school een hoofdvak, of iets wat je kunt doen. Ja, weet je, nogmaals, en niks denigrerends naar kappers of nagelstylisten of weet ik veel wat. Maar als daar al een opleiding 2 jaar duurt, ja, dan heb je met tatoeëren echt wel een mooie opleiding die je kunt bieden. Ja, en waarom eigenlijk niet? Ik bedoel, ooit waren er ook geen kunstacademies waar je kon leren schilderen. Dan ging je ook naar een schilder die je deed om daar in de leer te gaan. Dat heeft ook allemaal een ommezwaai gemaakt of zeg maar een andere kant op gegaan. Dus waarom niet? Ja, dansacademies. Maar. Plus, ik denk dat we voornamelijk ook een stukje begrenzing houden in het stuk van dat mensen die beginnen nog niet weten wat ze doen, hè, zonder in de leer te gaan of whatever ergens. Kijk, ik denk zeker, hè, bijvoorbeeld, als we het dan hebben over een tattoocursus of school, dat het altijd goed is om juist bij een shop te gaan werken, weet je wel, in plaats van dat de volgende stap, ik heb de tattoocursus gevolgd, nou kan ik een eigen shop openen, ja dat kan, maar voor de bevordering van de groei, hè, blijft het altijd nog wel goed om samen te werken als artiest. Het blijft ook wel mensenwerk wat dat betreft. Dus zeg maar, ja. Als jij dan in je kamertje opsluit. Ik vind, los van het tatoeëren, maar het werk in de business, denk ik heel erg goed. Voor je mensenkennis, voor je dingen te ontwikkelen. Zeg maar, als jij nou een rammende autist bent, en dat sommige mensen kunnen dat dan blijven daarin. En daar is helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat het ook gewoon goed is voor je als persoon, als tatoeëerder, voor de ontwikkeling om in contact te zijn met mensen en verschillende mensen en echt. Ik denk ook niet dat een tattoocursus of een tattooopleiding een vervanging is, hè. Het is gewoon een aanvulling. Kijk, als jij de kunstacademie hebt gedaan en jij hebt de basis kunstschilder of weet ik wat allemaal, betekent ook niet dat jij gelijk Picasso bent, weet je. Ik bedoel, het is gewoon een aanvulling. Het vervangt eigenlijk niks. Je kunt daarna alsnog,
bij een shop aankloppen. En maar je hebt gewoon al iets op zak, je hebt iets in je rugzakje en dat maakt het misschien makkelijk. Ja, en hoeveel mensen hebben eigenlijk al een opleiding gevolgd en komen tijdens het werk erachter dat het helemaal niks voor hun is. Ja. Ook dat. Ja, ik denk dat misschien wel 80% is van de mensen. Ja, precies. Ja, die had je eruit gevist als een klassieke apprenticeship hadden gedaan. Ja, dat is goed. Ja, ik denk een... Kijk, een online stukje voor tatoeëerders om te volgen, dat is natuurlijk, dat wordt al langer gedaan. Dat zijn natuurlijk de seminars. Ik denk dat de cursus wel een volgende stap is eigenlijk. Omdat je vanaf het begin, je begint eigenlijk bij het begin en je bouwt op. Het is eigenlijk meer een opleiding dan een seminar. Een seminar is een beetje om je kunsten en skills bij te vullen. Ja. In plaats van het te leren vanaf nul. Ja. Of er een tattoo school komt binnen 10 jaar vind ik lastig. Ik denk dat het meer opkomende gaat worden. Ja, niet per se school, zeg maar. Maar inderdaad, wat vind, dat er gewoon überhaupt een keuze iets aan tatoeëren of school wordt gegeven. Ja, dat vind ik een lastig dingetje. En waarom? Ik denk dat er dan nog veel moet veranderen in de tattoo branche zelf. En wat bedoel ik daarmee? Iedereen is zzp'er. Kijk, als jij naar school gaat, dan kan jij gewoon bij iemand... een contract krijgen, een vast contract, als jij stucadoor wil worden of zo. Stage lopen. Dus je kan, je kan gewoon stage lopen en het is een makkelijk, makkelijk wil ik niet zeggen. Het is een toegankelijkere baan om in te rollen dan een tattooartiest. Als jij zzp'er bent en via stoelhuur moet werken, dat is nog een beetje een grijs gebied. Heb je gelijk in, maar ik heb toevallig laatste event van de SBB in de shop gehad, hè, van die stagebank. Ze hebben zelfs een keuzedeel voor dropshipping tegenwoordig. Dus de scholen zijn al aan het zoeken naar andere dingen die wel op dit moment een trend zijn of belangrijk zijn. En daar toch hun aanbod in te leveren. Ja, oké. En dan heb je ook geen baanzekerheid. Denk je dat tatoeëren worden een trend is nu? Ik denk, ja. Ja, dus het is het is opgeblazen. Heel erg. Fucking veel mensen heb je al gehoord. Van, oh, ik heb ook een machientje gekocht. Ik loop een beetje op mensen te kutten. Ja. Ja. En dat vind ik ergens voor het verhaal wel grappig. Dat mensen het kopen. En dan doen ze een paar tattoos. En dan zijn ze er weer klaar mee. Snap je? Dan heb je zo'n ding wat altijd op je staat. Het verhaal achter de tattoo vind ik dan leuk. Ik ben daar op een bepaald level niet eens heel erg tegen. Maar mensen neigen er wel heel erg naartoe. Denk ik ook vanuit een soort van imago. Van, oh, ik vind het lijkt me cool. Ja, het lijkt me cool om dingen te maken. Maar kijk, we weten natuurlijk allemaal, omdat we al jaren in het vak zitten, weet je, dat het echt niet altijd even vet is, weet je. Nou, we soms echt heel blij dat we vrij zijn. Ja. En dat echt niet iedere dag, weet je wel. Kijk, als ik opsta en mijn gevoel vroeger... Stel, ik werd wakker in de, weet ik veel, in de 16, 17 eeuw. Mijn gevoel zei vandaag, of wanneer kwamen de vrijschilders? Wat is dat? Whatever, dat is al een stuk later. De 19e eeuw ergens of zo, 18, 19, whatever. Voordat ik daar iets heel gek zeg. Maakt niet uit, jouw fout. Maar dat je opstaat en zegt, hey fuck, ik wil vandaag een vlinder schilderen, weet je wel. Ja goed, dat is gewoon iets artiest. Het kunst maken is ook een emotie. En als jij opstaat en jij wil vandaag een skull tatoeëren, maar je moet een leeuw tatoeëren. Ja, is dan toch jammer. Zeker als je de dag erna er ook in moet zetten en de dag daarna ook in. Ja. En daarna ook in, en daarna... Hier zijn ook heel veel zijweggetjes op te bedenken. Dat doen we op een ander moment. Ja, maar goed. Ja. Om op het punt te komen, het vak gaat niet altijd over rozen. Nee. Het wordt natuurlijk super mooi gemaakt. Als je de tv aanzet, heb je niks anders dan programma's natuurlijk. Eerlijk gezegd, ik denk dat ook wel heel veel van ons vroeger altijd Miami Ink hebben gekeken. Ja. Misschien toen de tijd al denkende, het vak is nooit haalbaar. Ja, zeker. De periode was anders. Hoe kom je daarbij, weet je wel? Ja, dat was heel lastig. Ik vond het altijd al wel mooi om dat te zien bij hun. Het programma zelf is natuurlijk ook niet helemaal realistisch. Je komt binnen en het is tv. Hoe het ging. Gewoon maar over 20 minuten terug, dan heb ik je hele rug uitgetekend. Ja, dan gaan we even ook in één keer zetten. Heb je dat niet aan? Nee. AI toch? Hoef jij niet te doen. Ja. Het zijn weer AI en al dat soort dingen. Het zijn weer mooie gesprekken voor de volgende keer. We gaan het afronden. Ik vond het superleuk de eerste keer. Ik hoop dat de luisteraars dit ook leuk vinden. Of de kijkers. En anders.
Nee. Lekker. In de comments, Boris willen we niet meer terugzien. Oh. Rindinich. Alright. Goed. Ja, goede ervaring. Was leuk. Ja, zeker. Was gezellig. Ja, eerste kapot keer. Iedereen bedankt. De eerste keer doet altijd een beetje pijn, toch? Ja. Ze zeggen het. Mm. Nooit gelast van gehad. Nee, ja. Het is allemaal nog nieuw. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei. Hey. Hey.